Welkom bij Inksmijters, de tattoo podcast van Nederland. We gaan het hebben over alles wat met tatoeëren te maken heeft. Wil je dit niet missen? Abonneer je dan op Inksmijters, de podcast. Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van Inksmijters, de podcast. En Janno, wij zijn de bofkantjes vanavond. Ja, dat is voor Karen we twee vrouwen uitnodigen en dat ze gelijk komen ook. Dat ze gelijk komen. Ja, nee, inderdaad, in het vraag. Godverdorie. Karen ja, hallo. Welkom. Superleuk dat je erbij bent. Karen uit de Bos van Jimmy's Tattoo Studio. Onze kerstverse moeder. Ja, zeker. Sinds een paar maanden, hè. Sinds een paar maandjes, 2,5 maanden. En mee aan de Prosecco. Ja, dat heb je wel verdiend, nee, nou, toch? Weer. Nou, ja, zeker. Goed, de lol zat er al beneden al goed in. We hadden getroosten, dames. Hè? Proost. Ja, proost. Proost. Hulde op de man die je moeder vulde. Ik kan er nu bij. Wat zijn die tattoos? Nee, dat kan het niet. Nee, superleuk. Christel met... Ja. Welkom. Ja, hartstikke welkom. Leuk dat ik er ben ook. Ja, Rob Statoe. Ja, ik voel me vereerd. Ja. Rob Statoe inmiddels. Ossendrecht. Ossendrecht. Ook alweer een paar jaar. Sossendrecht wordt ook wel gezegd. Ja. Sossendrecht. Sossendrecht. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Nee, Ossendrecht. Ja, precies. Ja. Ja. Jij bent ook wel een paar jaartjes onder de pannen daar. Ja, inmiddels zo bijna 8 jaar. Ja, ook een moeder natuurlijk. Ook moeder geworden. Ja, een beetje gezapig ook. Ja, als ik het vergelijk met 10 jaar geleden, dan had ik nooit verwacht dat ik er zo uit zou komen. Je ziet er in ieder geval goed uit. Dus, oh, dank je. Ja, zeker. Ja. Ik denk wel minder kilo's van de drank natuurlijk. Ja, maar dat bedoel ik wel. Ja. Want je bent al een tijdje gestopt met drinken. Ja, ik ben al een tijdje gestopt, ja. Nou ja, op uitzonderingen na natuurlijk. Ja, maar dit is natuurlijk alcoholvrij. Was het een seks, drugs en rock'n'roll leven met tatoeëren? Ja, zeker. Ja. Hoe heb jij dat zelf ervaren? Is dat hoe je in de shop, hoe ben jij terechtgekomen? Bij wie ben jij terechtgekomen? En... Ja, ik ben bij Errol terechtgekomen. We waren al wel bevriend bij Institution. Rotterdam. In Rotterdam. Ik werkte eerst in een café waar die altijd kwam. Dus ik was een beetje zijn favoriete barmeid, denk ik. Hij kwam altijd op de dagen dat ik werkte. Ja. En toen moest ik op een gegeven moment geopereerd worden aan een hernia. En toen kon ik niet meer in de kroeg werken. Toen zei hij, joh, anders kom je gewoon tijdelijk lekker bij mij de telefoon opnemen. Weet je, dan kun je heel dag op mijn kruk zitten. Ik zei, dat is goed. En toen ben ik blijven hangen eigenlijk. Ja. Dus je bent eigenlijk gaan floormanager? Ja, ik ben gaan floormanager. En dat werd ook steeds fanatieker, steeds vaker. Dus ik werkte daar gewoon fulltime op. Je had het al in je rug voordat je ging tatoeëren. Ja. Ja. Inmiddels ben ik 4 operaties verder. Maar ja. En je hebt een kindje, hoe oud? Die wordt 7 in juli. Ja, Robbie heet ze. Okay. Naar de vader genoemd. Oh, naar Rob. Meisje ja. ook. Ja, een meisje. Ja. Een mooi meisje is het ook. En wel voor meisje, ja. Het is echt een meid. Een heerlijke meid. Ja. En hoe lang heb je in Rotterdam gezeten, gewerkt? Wanneer ben je hoe lang heb je flow manager gelopen? Ja, ik denk 15 jaar geleden ben ik daar begonnen. 15 jaar. Ja, dus als flow manager en... wat erbij komt kijken. Maar ik zat ook wel veel te tekenen. Want je wordt ook wel geïnspireerd door al die mensen die daar werken. Hè? Er zaten altijd goede tatoeëerders. Dus ga toch een beetje kijken. Kijk of het ook kan. En toen heb ik die kans gekregen. Ja. En dat is goed uitgepakt uiteindelijk. Ja. Terwijl ik was niet zo'n beste leerling hoor. Want ik was inderdaad meer... seks, drugs, rock'n'roll en een beetje de tatoeëren. Ja, de tatoeëren was een beetje het tweede niveau toen. Maar, ja, de helft van de kwaliteit. Ja. Maar uiteindelijk is dat wel goed gekomen natuurlijk. Ja. Hey, was er al een strenge leermeester? Errol, nee. Nee? Nee, het was geen streng. Nou, hij was wel streng in principe. Hij is natuurlijk bij Ori opgeleid en bij Roy Frans heeft hij gewerkt. Ja. Dus ook oude stempel. Zo ben ik ook wel begonnen, ja. Dat was ook naaltjes maken. En kijk. Gewoon met coilsmachines uit elkaar halen, in elkaar zetten. Dus ik werk nog steeds met coils ook, ja. Wat gebeurt er dan? Ja. Wat is dat? Er gebeurt iets, maar ik hoor iets heel raars daar uit die hoek. Ik vind je moeder lekker, zegt hij. Ja, hoor je moeder. Klopt dat? Google. Ik vind je moeder lekker. Wat is dit dan? Nou, ik hoor het niet. Oké, nou ja. Goed. Hey, zover het professionele. Christel, na hoeveel jaar ben je gaan tatoeëren toen? Ik denk na een jaar of 2.
Ja, 2 jaar rondgelopen. Toen ben ik klein dings gaan doen. Ongeveer 1 jaar in de leer gezeten. Maar dat is wel snel ook. Ja. Of jou van floor manager tatoeëren. Ja. Mooi. Ja, ja zeker. Ja. Was, dus inderdaad het eerste jaar oefenen. En na 1 jaar de klanten. Ja, ja. Dat was ja, super. Je bent redelijk allround ook als ik je werk bekijk. Ja, ik vind ook alles wel leuk. Ik vind portretten vind ik de laatste tijd heel leuk, portretten. Ook van dieren en... ik vind script zwarte, heel leuk. En... Zwarte rotweilen toen we voorbij komen. Ja. Heb ik ook gezien. Heel mooi. Ja. Vanmiddag heb ik even zitten kijken. Ik heb bij jou ook zitten kijken. Heel mooi. Maar wij hebben ook al de kamer zitten kijken. Hoor. Ja. Ja, maar jij zat... Oh, ja, maar jij hebt echt mooie foto's, man. Oh, dankjewel. Ja. Echt zo'n topmodel, man. Nou. Ja. Laat maar gewoon over de tato's hebben, hè. Ja. Hey, Jopie. Jopie, maar niet uit. Doe maar gewoon Jopie. Ik luister altijd, nou, dat zie je wel. Ik heb bij Jim gewerkt, bij Jim Stato Studio. En daar heb ik Karma leren kennen. En toen was ze nog, denk ik, 17 of zo. Ja, begon ik net te tatoeëren. Ja, eigenlijk kon ik helemaal niks. Ik weet nog één stukje. Ik weet niet of jij dat ook nog herinnert. Ik was altijd zo, als je net begint met tatoeëren, de zijkant is altijd wel pittig, hè, te tatoeëren. Ja. En ik dacht altijd de stukken waarvan ik dacht van, oh, dat heb ik zo gezet. Dat heb ik zo gedaan. Die waren dan uiteindelijk het moeilijkst. En waarvan ik dacht van, oh shit, hier ga ik echt moeite mee hebben. Die werden uiteindelijk wel het makkelijkst. Oh, dag, ja. En jij was een keer bij mijn vader boven aan het kijken. Ja, klopt. En ik had dat hoekje achter de bar, toch? Waar ik tatoeëerde. Ja, in een hoekje, ja. Dus op een gegeven moment, oh, ik had stress. Want ik had een hele magere vent. Ja. En die moest ik op de zij tatoeëren met een Egyptisch farao-stuk ding. Dus Andy kwam kijken. En ik zei tegen Andy, ik zeg... Dus hij zegt, wauw, moet ik stretchen? Ik zeg, nee, hier. Dus ik gaf die machine aan hem. Ik zeg, oh, zet alsjeblieft die lijnen, want ik kom er gewoon niet uit. Maar ik kan dat niet zeggen, want die vent lag zo op zijn zij. Oh, ja. En hij zag niet wat ik deed met mijn handgebaren. En gelukkig snapte jij het. Je had die lijnen even erop gezet. Ja, dat klopt. Ja. Oh, maar ik had stress, jongen, niet te filmen. Ja, maar echt. Dat was ook een van je eerste stukken toen. Ja, zeker. Ja. Ik vergeet dat nou, jij zegt dat. Ja, ik nou herinner ik dat verhaal weer. Want ik heb dat ook een keer gehad toen bij Tattoo Zeiss. Oh, verschrikkelijk. En toen waren er een shop daar en dan had je geen airco, niks had je. Ja. Dus op een gegeven moment, die mensen kwamen binnen. Dus ik moest hem bij een lijstje, moest ik wat in de lijst. Oh, lekker klam. In ook. De lijst zetten. Ja, stencilje weg. Ja, toen nog met die speedstick, dat ging dan iets beter. Hoor. Dus op een gegeven moment plakken. Tatoeëren, wrijven. Oh. Ja, dan ben je hele stencil weg. Echt. Nou goed, dan moet je er wel een beetje tegen. Maar ik kreeg een beetje... Ik ben een beetje paniekerig, terwijl je geen paniek hebt, maar... Ja. Net van jij had, Jopie. Hey, en ik heb best wel vaak gehad. Gelukkig nou nooit meer. Maar toen zei ik dus tegen Toets, dat was waar we werken toen. Ik zeg, kan je... ik zei tegen die klant, ik zeg, je moet echt stil blijven liggen, want je ligt niet stil. Ja, maar ik probeer echt mijn best te doen. Gerre, maar die deed helemaal niks zeker. Precies. Dus op een gegeven moment zie je moet echt stil liggen. Je ligt echt niet stil. Dus ik zeg, Toets, kom eens. Dus ik zeg... als ik nou even ga stretchen, want ze ligt echt niet stil, dan weet je wel, dan zet jij even de lijnen erop, ja? Dan hou ik haar... moet je toch brengen. Maar ja, dat kan je niet zeggen voor klanten, echt. Ja. Oh, wat een drama. Zulke dingen die allemaal anders gaat. Ik weet dat wij in het begin, toen we net tatoeëren, toen gingen we ook, af en toe gingen we eens een keer naar Hengelo of Enschede, naar een kroeg. Enschede hebben we in de kroeg getatoeëerd, Zoveel tijd gingen we in de kroeg en dan moesten we wel op de juiste datum komen. Voor mij moesten we daar dan... Weer boven. Ja, dan moest je op de 25e komen, want dan kreeg je de uitkering in die buurt. Dat was echt zo'n buurtcafé. En als je op de 26e kwam, hadden ze geweldig open. Geld. En dan zaten we dan de hele dag te tatoeëren. Maar dan ook inderdaad, zo'n roosje ergens op een arm en dan met een speedstickie, ding erop. En dan hup, één lijn, het hele roosje weg. Dan mag gewoon freestylen. Ja, dan mag een tekenen. Die dan. Ja, dat was wat. Die moest jij tatoeëren, toch? Er was op een gegeven moment, was een heel... Zo'n buurtelftal, zo'n voetbalelftal. En die waren kampioen geworden of gepromoveerd, weet ik veel wat er was. Maar die moesten dus allemaal, die gasten, die moesten die letters hebben van dat voetbalelftal. Dus hij zat er een paar te doen en ik zat er een paar te doen. En voor mij vroegen we 15 per stuk of zo. Maar op een gegeven moment komt er een kerel aan. Ik zeg echt, kijk, die kut, die was 2,13 meter en volgens mij 140 kilo of zo. Oh jee. En ik zeg, maar gaan die kleine dingen doen, maar wel wat groter, hè. Dus, maar tenminste, hij zat eigenlijk al op die stoel toen ik eraan kwam lopen. Dus ik wist, op dat moment wist ik het nog niet. Dus ik ben hem aan het tatoeëren en ik denk, ja, maar ik ga je echt niet 50 euro voor vragen. Die gaan wel meer betalen. Ja. Dus op een gegeven moment, ik ben klaar en
Hij zegt, joh, wat kost dat? En hij staat op om zijn portemonnee te komen te pakken. Ik zit zo te kijken. Ik denk, die man die blijft opstaan. Ja. 25! Zo, nou, weet je, iedereen heeft 50 betaald. Dat is wel goed. Ja. Ik denk, als ze me nou een klap geeft, dan word ik nooit meer wakker. Ja. Wat een gekje. Ja, maar dat ding was ook een letter verkeerd of zo. Want dan kwamen we de volgende die keer erop of zo. Weet ik wel. Ik weet niet of... Ja, bij allemaal niet. Ook. Ja, bij allemaal de letter. Ik heb geen idee. Ik ben nooit meer geweest voor mij. Ik heb toen een vakantie bij elkaar geprikt. En toen ben ik daar... Heb je ook zo leuk gehad? Ja, inderdaad. Hey, dat was een leuk verhaal, Chris. Ja. Echt zo'n grappig, leuk verhaal. Oh, ja, dat is heerlijk. Ja, ik ken ook wel genoeg verhalen. Ja. Nou, vertel eens even zo'n leuk verhaal. Gewoon. Ja, nou ja, we hebben het er net... Beetje smeug, hè? Gewoon. Nou ja, ik heb met Job gewerkt. Ja, wie Job kent hem niet? Job de Kwaai. Hij werkt nu in Hamburg. Bij, ja, op de reeperbaan, bij Black Hole, toch? Ja, bij Black Hole. Ja. Bij op de reeperbaan bij Black Hole. Ja, okay. Ja, de reeperbaan bij Black Hole tattoo, ja. Ja, bij is wel Chris typisch, Detmer. Ja, is een goede tattoo. Ja, Chris Detmer is... Ja, ja, is vroeger ook al die ringbanden, die fles, die kon je kopen van. Ja, hij heeft mij toen ook getatoeëerd, ja. Die heeft ook een tijdje bij Nico gezeten. Maar in ieder geval, daar werkt Job. Maar daar heb ik wel dingen bij meegemaakt, Job. Ja, die is ook helemaal gestoord. En... Ja, ik kan me nog herinneren, de Brusselconventie, dat Job werd weggedragen. Ja, Job is nogal zwaar. Ik weet niet hoe het nu is met hem. 32. En hij vindt het ook helemaal niet erg dat ik dat vertel, hoor. Echt. En toevallig hebben wij het allemaal op de telefoon staan. Ik zag Job tatoeëren en die werd niet goed. Hij werd een beetje bleek. En op een gegeven moment begon hij een beetje te schokken, terwijl hij aan het tatoeëren was. En hij tief zo met die hele stoel zo naar achter. Echt hoor? Dat is wel knap. Tot op het laatste blijft hij tatoeëren dan. Ja, tot op het laatste blijft hij tatoeëren. Ja, toen bleek hij inderdaad al een hele fles Jack Daniels op te hebben. En Schultz heel de nacht niet geslapen. Oh, ja, en toen werkte hij net inderdaad bij Angelique Houtkamp. Ja. Ja, dat was zijn eerste conventie voor Angelique. En die was boos. Ja, wat ik ook helemaal snap natuurlijk. Maar... Ja, maar goed. Ja, maar een beetje Job. Maar we hebben alles op film en dat is het leuke. Je ziet hem gewoon heel, een beetje schokken. Je ziet hem gewoon oud gaan. En... Heb je dat film niet even kunnen laten zien? Ja, dat is film. Even live uitzenden. Ja, die wil ik ook wel zien. Je kan beter kijken dan naar de klant of zo. We hebben toen de eerste Brusselconventie was ik daar. Toen werkte ik voor Niederlaard. Toen gingen we ze af en toe met z'n allen zitten zuipen en zo. En dat werd ook weer veel te laat. We hadden op vrijdag de stand opgebouwd. Op donderdag. Want het was vrijdag, zaterdag, zondag. En de volgende dag, ook een collega van mij, die zit zo. En zijn klant, die zit al op de stoel. En hij pakt zijn naald uit en hij kijkt zo langs zijn naald uit. En terwijl die kijkt, donderdag. Over zijn kruk en we zien die klant echt zo. Oh, kut, weet je. Ik moet nog getatoeëerd worden, Maar vorige keer ook met je vader. Dan wat over die... Misha was dat toch? Die zwarte ster. Wat helemaal kapot gelachen. Weet je wat echt heel typisch is? Alsof de duivel ermee speelt. Iedereen, dat is echt niet afgesproken, maar iedereen krijgt gewoon echt een ontgroeningbons. Je hebt hem gelukkig niet gehad. Je was maar voor korte tijd. Maar iedereen heeft gewoon iets gehad. Van Hendry, die bij ons pas kwam werken. Van Misha dan. Ja, die moest bij iemand. En ja, was zijn eerste klant. Om zijn anus. Een zonnetje. Zo'n zonnetje. Ja, die moest hij om iemand zijn anus doen. En dan nog bij een vent. Ja, dat was echt heel heftig. Maar ja, die mens die kwam binnen met... uiteindelijk had hij getatoeëerd I love fisting, I love jerking, weet je wel. Ja. Dus ik weet gewoon, die is bij zoveel tattoo shops al weggestuurd. Ja. En mijn vader dacht van, ja, wie is voor Misha? Maar en terecht dan natuurlijk, hè? Ja. Wat was jouw ontgroening dan? Nou, ik heb er heel veel gehad eigenlijk. Ja, echt waar? Maar weet je, ik heb niet gelijk het ergste gehad, maar in het begin... Kijk, Frankie en mijn vader en toen de tijd Wilco nog, die hadden mij gezegd van, luister... Alles gewoon aannemen. Als je tatoeëerder wil worden, moet je alles gewoon doen. Ja, alles en dat klopt, is ook zo. Want tijd van nu is het, nee, ik doe alleen maar dit. Nee, ik doe alleen maar zus. Waar ze zelf zin in hebben. Mensen zijn niet meer allround. Hè? Juist, precies dan. Maar in ieder geval, dus ja, ik had ooit een... we hebben gehad... Ja, ik heb natuurlijk heel veel vrouwen hè, die daar intiem tato's wilden hebben. Intiem, intiem tato's. Maar op een gegeven moment... Ja, ik kon echt nog niet tatoeëren. Dus werd naar de shop gebeld. Hendry nam op. Ja, hebben jullie ook een vrouwelijke tatoeëerder? Ja, zei Hendry, maar die is in opleiding. Ik ken nog niet veel. Zei, ja, maakt niet uit. Ik moet de naam van mijn vriend hebben. Dit en dat, weet je wel. Ik zeg, oh ja, oké, whatever. Dan doe ik het wel. En die wou gewoon de naam van haar vriend verdeeld over twee schaamlippen hebben. Dus, hey, ja, boom. Dus... Hendrik Jan? Ja, dus een van mijn eerste tato's. Van Biesterveld. Ja, dus een van mijn eerste tato's, maar gelijk, ja. Echt hoor? Fucking moeilijk, ja. Maar dat is toch niet te tatoeëren?
Ja, schijnbaar. Nee, zelf die lippen zullen. Ik denk dat ik het nu wel echt kan. Zeker. Nou zou ik het wel kunnen. Ik begin er niet eens aan. Ja, maar hoe ziek is dat? Maar nou zal ik het nooit meer aannemen. Maar het is wel mooi dat je dit allemaal vertelt. Dan weet ik ook waar hij die ideeën allemaal vandaan heeft. Wat voor idee? Oh, ik weet niet, op het moment dat de ene leerling bij ons klaar was en de andere die ging in opleiding. Leonie was klaar en Timo die zou toen in opleiding gaan. En maar dan is het wel zo, je moet een piemel getatoeëerd hebben. Dat hebben we allemaal. Ja. Oh, dat zou ik never nooit doen. Die jongen die zat daar, die denkt van, ah, fuck, weet je, dan moet ik op mijn snikkel. En Leonie, die zat ook zo van, ja, kut, moet ik dat doen? En wij, dat hebben we ook allemaal. Oh, echt, hè? En dat ding stond erop, jong Janke, weet je, die had voor de rest van zijn leven met een walvis op zijn snikkel. Oh. En Leonie, die voelde het eigenlijk ook helemaal vies. En toen, ja, wat hebben jullie dan? Niks. Het was wel echt een hele rotte walvis, vond je niet? Ja. Oh, ja, maar dat is wel... Hij was heel realistisch, hij rook ook. Maar zie, jij... Dat denk ik ook een mooi... Nee, laat me dat maar niet vertellen. Zou je dat nog steeds doen? Ja, gewoon intieme delen. Tenminste, bij vrouwen heb ik het over dan. Ligt eraan wat precies. Kijk, als iemand zoiets vraagt... Ik heb later ook wel veel vragen erover gehad. Of ja, aanvragen. Ja. Maar ik denk dan bij mij... Als iemand zo'n... eigenlijk zieke tato gewoon wil, ja, die is hier ook niet helemaal goed. Ja, maar weet je... Dus dan sla ik daar gewoon liever af. Ja. Ik denk, maar als je dat doet, hè, als je daaraan gaat beginnen, dat mensen, dat je ook dat steeds meer gaat worden. Ja, snap je, dan gaat weer mond op mond. Ja, nee, begin ik niet aan. En ten eerste, ik zet niet eens meer kleine tato's, ik ga alleen maar voor groot. Ja. Ik ga geen kleintjes meer doen. Maar helemaal jullie... Nee. Nee? Maar heb je dan ook wel, weet je, jullie klanten, van jou ook, weet je, dat die ook echt gericht naar jullie toe komen omdat ze hebben gezocht naar iemand in die stijl en zeker, zo, weet je, dat ze wel de huiswerk allemaal gedaan hebben? Ja, zeg maar. Nee, ga verder, sorry. Ik ben blij, nou tatoeëer ik rond de 12 jaar zoiets en ik ben blij dat ik nu mijn naam zo heb opgebouwd dat wat ik maak, dat mensen ook gewoon, ze komen naar mij toe en zeggen, doe maar. Ja. Ik wil, doe maar jouw ding. Ja. Mooi, snap je? Kijk, en als mensen naar mij toe komen zeggen, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus. En die hebben plaatjes bij van een hele andere soort of tatoeëerstijl. Zet ik ook gewoon wel. Maar dan denk bij mij van, je weet wat ik maak. Ja. Maar dan vereisen ze gewoon een tekening vooraf. En denk van, mens, je weet toch, bij wie, waarom kom je dan bij mij? Ja. Als je weet wat ik maak, precies dat. En dat vind ik gewoon heel jammer. Dan zit je nou wel echt in een luxe positie. Als mensen heb ik eigenlijk ook zelf zo gedaan. Net zoals mijn arm. Die heb ik nou ook al bijna 10 jaar of iets langer. Heel veel meiden bij mij in de omstreken. Die zeggen van, oh, doe maar net jou. Doe maar dat. Ja. Of nou heb ik mijn beenslief. Kijk, ik weet, en nou dat stuk in mijn nek. Ik weet, er wordt gewoon meer werk. Ja, je zet het aan. Dus het is, juist, alles wat ze mooi vinden van mij, willen ze dan ook zelf hebben. Ja. En dat is gewoon goed. En ik vind het echt niet erg als het ongeveer erop lijkt, zolang ik het maar zet. Je hebt het echt voor je klanten gedaan, dus. Niet voor jezelf. alle twee. Maar ja, ik heb zelf ook geïnvesteerd. Ja. Kijk, iedereen zegt, je bent een gek. Een reclamebord voor jezelf, een uithangbord. Maar dat is het. Is ook, ja. Dat is het hele verhaal. Want als mensen zien van gezichtstatus of nek of weet ik veel wat, dan zeggen ze, maar bij jou staat het wel. Maar ik vind wel, niet iedereen staat het, toch? Nee, maar jouw kennis is dan ook niet anders. Ik denk altijd, als iemand zegt, maar mij staat er niet. Ja, maar pas, wij maken het wel staan. Ja, snap je? En dan pas zie je, iemand staat past, wel. Juist, echt. En ik soms, kan dat ook wel lezen, hoor. Heel gek, soms doe ik het ook gewoon op iemands karakter. Of je ziet toch wel als er echt een meisje binnenkomt. Ja. Of een man-wijf, of een stoer, maar toch meisjesachtig. Ja, daar kan je helemaal op inspelen. Dat is ook een beetje mensenkennis, toch? Ja, dat is mooi. Maar heb jij daar geen last van, Kissel? Je doet natuurlijk ook dat programma Tattoo Disasters. Dat mensen naar gericht komen, want ze willen een stuk voor jou. Want je bent op tv, of weet ik voor wat. Dat is wel zo, ja. Alleen de ellende is, mensen komen nu en die zeggen, ik heb een verneukte slief. Kan jij dat opknappen? Dus ik heb eigenlijk ook heel veel aanvragen die ik echt absoluut niet doe. Kijk, voor het programma is dat leuk. Maar ik ga niet mijn hele tijd zitten coveren. Terwijl je gewoon leuke dingen kan doen. Ja, dus daar heb ik geen zin in. Jij voelde mij ook al aan, hè? Ja, zeker. Ik zat die trap op om te schreeuwen. Ja, dat was ik. Ja. Weet je waar ik wel stond van te kijken, Christel? Ja. Kijk, ik kwam een tijdje geleden bij Errol, toen werkte je er nog. En jouw gezichtstatoes, fucking dik. Ik vind het super mooi. Maar wat ik echt aan het kijken, wat ik hoorde van jou, dat je echt spijt had van je. Nou, spijt. Ja. Maar dat je zoiets had van. Al mijn gezichtstatoes. Ja, allemaal. Ja.
Maar dat is eigenlijk gekomen sinds in die zin. Nee, ja, sorry dat ik het zo zeg, maar ik bedoel... Het is meer dat als ik het nu zou doen, of als ik het nu zou kunnen bepalen, zou ik het nooit meer doen. Dus. Ik heb dit al 10, 15 jaar. Het zijn allemaal goede tattoos, de goede tatoeëerders. Dus ik loop niet met een verneukte tattoo in mijn gezicht. Ja. Alleen, het is eigenlijk sinds ik mijn dochter heb, dat ik... En dat is de omslag geweest. Ik heb ook altijd gezegd, ik wil geen kinderen. Nou, ik raakte toch zwanger. Ik werd ineens moeder. Maar ik sta wel op het schoolplein als een soort gangster-mami. Ja, maar is dat gangster een mindset? Of? Ja, maar ik heb soms storing me daaraan, weet je wel. Dat mensen, mensen voeren ook geen normaal gesprek meer met je. Of je nou in het ziekenhuis bent, of mensen nemen je niet serieus, ze zien je als een tokkie. Ja. En daar heb ik wel moeite mee. Ik kan het ergens wel begrijpen. Ik heb echt gruwelijke scheid aan wat andere mensen denken, maar... Ja. Ik werd dan in Italië getatoeëerd. Daar vloog ik dan altijd op en neer. Ja, ik ben ook gek. Dat heb ik 3 jaar lang gedaan. Maar ja, in ieder geval wel een mooi beenstuk aan overgehouden. Ja. Alleen daar, ik ging naar Napels. Nou, dat is echt een rotte stad, weet je wel. Dus echt, wil je gewoon niet komen. Nee. Maar hebben ze wel leuke strandjes en al. Dus ik maakte er altijd gewoon een weekendje weg van. De eerste paar keer. Daarna was ik het alweer beu. Maar... kwam ik daar op het strand en soms was ik wel eens alleen. Denk, ga ik even daar, hè, een beetje zwemmen, een beetje chillen. Maar mensen met gezinnen, alles. En ik moest mijn eigen dan uitkleden. En iedereen stond zo te kijken van, wat is dit nou? En daar was heb ik dan ook wel scheid aan. Om de tato's, Ja, nee, echt serieus. Want ik zat echt vol. Ik kan ook voor ze dat het niet anders gaat, hoor. Nee, echt door de tato's. Maar ik snap, soms heb je daar gewoon even geen zin in. Nee. Hey, wat was dat nou? Oh. Ja, soms heb je daar geen zin in. En dat kan ik echt wel begrijpen. Zeg ik even een beetje bij. Ja, joh, rustig aan. Ja. Nee, ik ben over lul of zo. Niet de vrouw om moet gaan hier. Ja, nee, je moet ze lekker veel voelen. Daar zitten wij voor Jan Lul erbij. Straks. Ja, jij was eigenlijk ook best wel vrij jong toen je met tattoos. Als Frankie en Wilco eigenlijk, mijn vader was altijd makkelijk. Die zei van zet hem erop, doe maar. Maar als Frankie en Wilco mij echt hadden volgezet met wat ik allemaal wilde, dan zag het er niet uit. Ja. Dus hun, dat vind ik wel echt klasse van hun. En Frankie vooral, die hadden gezegd van, doe nou niet, doe dan nou niet, gestuurd. Dan word je gewoon gestuurd door de gasten die... Maar even terug te komen op jou, want ik snap dat echt heel goed, wat jij zegt. Want voor mij, als ik wel eens mijn zoon ga ophalen van schoolplein of wat dan ook, en dan komen mijn jochie 6, en dan sta je daar, en vooral die school waar hij nou zit, dat valt wel mee. Maar ik zat wel eens op een andere, dan moest ik hem ophalen en dan... Dan weet je zo aangekeken. Dan weet je zo aangekeken. En dat net of dat je eerste tattoo had. Weet je eerste tattoo. Ja, wat is dit nou? Wat ik dan heb, weet je ook. Als ik mijn dochter of mijn zoon. En vroeger met mijn oudste dochter. Je wordt wel aangekeken door de ouders. En op het moment dat je dan merkt van. Hey, fuck, ze kijken. Je kijkt hun kant op. Zie je die hoofden wegdraaien. Ja. Maar wat ik wel weer mooi vond. Is juist die kinderen. Die staan echt. Ja, zo snap je? Lekker, maar kinderen zijn gewoon eerlijk. Ja, snap je? Kijken, pak je arm nog beter. Ja, maar daar word ik ook wel zo ongemakkelijk van. Want die kinderen zitten een aantal maar niet aan de kant op kijken, typisch jong. Weet je wel, vroeger het probleem is... Ik weet niet of jij dat nou hebt met jouw dochter. Maar vroeger, wij hadden gewoon zo dat ze niet met ons mochten omgaan. Dat mijn vader dan... Ja, die was een van de eerste tatoeëerders en jullie kennen hem. Snap je? Iedereen had toch wel een vooroordeel, maar... Ik had wel wat vriendinnen, maar niet iedereen mocht met ons met mij mee naar huis of spelen. Maar jij bent daarin opgegroeid in de leven. Nu later, besef ik dat pas. Ja, dat dat eigenlijk gewoon niet normaal is. Ja. Omdat bij ons, maakt niet uit. Iedereen was welkom, was altijd Facebook thuis, ook voor de kinderen, weet je wel. Mijn ouders waren gewoon altijd, altijd leuk, gezellig voor iedereen. Ja. Nou, maar hetzelfde, dat was met conventies was dat ook altijd, weet je. Als je binnenkwam in zo'n hotel, dan hadden die mensen ook altijd zoiets van, oh fuck, wat komt er nou binnen? Ja, die mensen en die zaten. Ja, maar ik weet ook dat die rode Fransje toen ze uitspraak gedaan, weet je, dat in Amerika of zo, dan hadden ze altijd, waren ze blij als wij ons volk binnenkwamen. Ja, ja. Want dat noemden ze white trash with cash. Oh, ja, zo kikken, ja. Maar dat is een hele happening dan. Ja, maar die anderen die zitten zeg maar aan één biertje de hele avond en bij ons gingen met bakken er doorheen en er werd goed betaald en er was nooit ellende. Heb je dan niet, Christel, als dat mensen dat je, of je Karma ook, nou kijk, ik bedoel, zij is echt extreem getatoeëerd, vind ik mooi, weet je wel, super, van, echt fucking mooi, alles ligt. Maar in ieder geval, dan,
dan dat mensen bijvoorbeeld mee praten, dat je eigenlijk al gelijk wil laten weten dat je tatoeëerder bent, want dan valt het kwartje. Ja, want dat is wel... Ik heb dat niet zo. Ja, ik merk wel, sinds dat programma, dat mensen je herkennen en dat ze het dan minder erg vinden of zo, van dat je er zo uitziet. Want dan snappen ze het. Dat is eigenlijk een beetje sinds dat Miami Hinkie al die shit begon. Ja. Als wij vroeger ergens binnenkwamen, dan hadden ze iets, weet je, of het zijn twee criminelen of twee Mongolen. Ja, Mongolen, die klopt op zich redelijk, weet je. En nu hebben ze zoiets van, weet je, het kunnen ook wel eens tatoeëerder zijn. Ja. En dat is natuurlijk wel interessant voor veel mensen. Even voor de luisteraars, mensen die zitten te kijken bijvoorbeeld, die denken van, waar ken ik haar toch van? Ja. Maar Crystal is van Tattoo Disasters, hè? Dat is, hebben Robert en Hans gehad. Ik denk dat de meesten maar gewoon van Institution uit de kroeg kennen trouwens, maar... Nee, maar goed, er zijn toch... Kijk, je zegt wel, tatoeëerders kijken daar niet naar. Maar ik kijk toch stiekem een keer. Ik ga er niet voor zitten, maar ik kijk als ik er toevallig voor zit, dan ga ik echt kijken. Ja, Ik ga het binnenkort ook weer kijken. Oh. Maar het is vooral dat de klanten altijd zeggen, ja, dat televisieprogramma van Disasters of zo. Maar er zijn er zoveel, op een gegeven moment weet je niet meer. Ja, dat weet je niet meer. Maar het is wel gewoon supergoed. Ja. Voor het werk is het zeker. Ja. Want jij hebt ook eens een keer meegedaan, toch? Of niet? Tattoo of Us. Ik vond het niet Tattoo of Us is een programma, dat leggen ze uit. Ja, dat is wel ook bizar. Het was heel leuk om te doen. Alleen hoe het uitgezonden wordt, dat was dan wel minder. Maar dat zal ik zo vertellen. Nou, er zijn dan twee vrienden die geven elkaar, geven er eigen op. En dan mogen ze bepalen voor elkaar wat voor tattoo erop komt. En er zijn gewoon echt... Kut dat. Ja, die gewoon niet willen hebben. Om te naaien natuurlijk. Maar ik vond het heel leuk om te doen. En kijk, ik doe het... ik deed het gewoon mee voor de fun eigenlijk. Want twee maatjes van mij deden mee. Nicky en Willem. En hun zeiden van... Tegelaars van minder oud, toch? Ja. Dus hun zeiden van, doe ik dan mee. En leuk. Ik denk, weet je wat, is goed. Als ik het misschien niet doe, krijg ik misschien spijt, weet je wel. Ja. Dus eenmaal daar, ik ben denk ik een keer of 5 of zo geweest. Want ik had het een beetje tussen mijn... klantjes doorgedaan. En uiteindelijk die uitzending, maar ik ben helemaal niet goed voor de camera praten. En hun, want je kijkt echt rechts zo, hier is die camera. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ja, ik vind dat verschrikkelijk. Ja. Dus ik zeg, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar hun zeggen dan, het moment als jij diegene moet tatoeëren, jouw klant dan eigenlijk, moet je zeggen van, dat wordt de meest kut tato dit en dat. Nee, maar ik ben gewend om mijn klant gerust te stellen. Ten eerste dat ze niet gaan bibberen of dat ze gewoon lekker ontspannen kunnen liggen. Ja. Ja, en dan moet jij heel tegenovergestelde dingen zeggen. Ja. En dan voor de camera moest ik ook allemaal zo overdreven doen. Binnenkort kennen ze van iets weinig. Hopelijk wel, zien ze dat ik gewoon super lief ben. Ja. Nee, maar eind van de van de rit... Tatoeëren die zoveel prosecco's uit. Ja, precies dan. Als je is moederig, Maakt niet uit. Nee, we kamer, want we weten allemaal beter. In ieder geval, eind van de rit, het kwam op tv. Nou, keiveel gemauw en ouwe hoer. En uiteindelijk zie je maar... 1 minuut van die tattoo, waarbij je dan gewoon een paar uur aan hebben gewerkt. Ja. Maakt niet uit, want het zijn uiteindelijk toch maar gewoon kut tattoos. Maar toch, je ziet niks van die tattoo. Nee, denk van whatever. Gedaan. Snap je? Dat was inderdaad ook. Het was ook wel meer voor de fun. Hoor. Ja, het gaat meer om het verhaal erachter. Snap je? De persoon en wat wij doen, het is leuk, maar het wordt niet... Boeit niet. Nee, het boeit we niet. Hebben het een keer in de shop gehad, hè? Toen met die EO of zo. Dat was die... Ja, ze belde op van een programma, de EO. Bij jullie? Uiteraard. Het ging over een meisje met anorexia en al dat soort dingen. Was dat niet Anita Witsier toevallig? Nee. Dion. Ja, dat is een YouTuber ook, weet ik dan. Dat was een cent. Die begeleidde haar. Maar wat gebeurt er? Dus die zegt van... Ja, we hebben het van de evangelische omroep en we willen graag een tattoo in de shop laten zetten. Ja, ik heb het er eigenlijk niet zo op, want ze komen met een hele ploeg van weet ik veel wat. Hè, en dan moeten ze dat. En maar goed. Ik zeg, geen probleem, zeg ik zo. Ik zeg, oké, dan en dan is goed. Ja, prima. Ik loop niet aan. Ik zeg, je moet even een tattoo zetten voor de camera. Ik zeg, maar dat was eigenlijk ook niet zo slim. Want hij is echt een metalhead, weet je wel. Met al die kruisen op zijn kop in zijn werkplek. En schoonspringende Jezus. Dat soort dingen. Dat was een goede actie, was dat, Jano? Ja, dat was wel prima. Hebben ze nou nog in die boet getatoeëerd trouwens, of niet? Ik heb in die boet getatoeëerd. Maar uiteindelijk... Waar staat een blinddoek om? Nee. Het was allemaal prima, weet je. Alleen op het moment dat het uitgezonden werd, weet je, als je met je ogen knipte, dan had je het gemist. En die jongens van die cameraploeg, die hadden zoiets, we nemen nog even wat sfeershots en zo. En dat vrouwtje van die productie had zoiets, dat denk ik niet. Laatst hadden ze weer gebeld van goede tijden, slechte tijden. Of ze konden filmen met een crew van 18 man.
Oh, hallo. Ik zeg maar, we zitten in, we hebben corona-maatregelen te hanteren. Hoor. Dus je kan niet zomaar 18 man. Nee. Maar dat kan wel allemaal, willen ze dan. Ik zeg, ja, dat ga ik niet doen. Nee, dat... Maar 18 goed. Man, joh, waar heb je die voor nodig? Ja, dat nee. Ja. Ik vind het... dat gaat wel heel ver. Als Robert Alberts er niet in zit, doen we niks. Nee. Als Robert Alberts? Ja, weet ik Robert, veel. Robert. Robert Alberts. Dat was het toch? Ja, precies. Vroeger? Ja, hè? Ja. Voor mij wel. Ja, Robert Alberts. Het is heel slecht voor mijn image dat ik dit weet. Waar heet nou Overman? Ja, die vent van Goede Tijden, die is echt al heel oud. Die, nou weet ik het. Dat wist je best wel. Ik denk, waar heb ik nou over? Arnie. Dat was de vader van Arnie, inderdaad. Nou, laten we het even over tatoeëren hebben. Je kunt Goede Tijden hebben. En Peter Kelder. Oké. Hey dames. Ja, ik bedoel, hoe hebben jullie dat ervaren om als vrouw natuurlijk in de tattoo-wereld? Ik bedoel, vroeger was dat een beetje... Ja. Dat was niet echt... Dat ze zeiden, ja, donder op. Zelfs vrouwenvoetbal, zeg maar. Ja. Weet je, dat is niet... maar dat, zo werd er gepraat natuurlijk. Ja. Ja. Je kreeg op een gegeven... ook wel een beetje terecht soms, hoor, vind ik. Ja, nou, sorry. Ja. Nee, als... Nou... Ja, je moet niet zo jankerd zijn, weet je. Je moet geen jankerd zijn. Je moet ook... Ja, dan praat ik meer over mezelf. Ik weet niet hoe dat bij jou is, hoor. Maar ik was ook wel een beetje one of the guys, weet je wel. Ik ja, deed ook niet het onder voor mijn collega's. Ja. Ook een snor. Ja, ik heb hem net even gehorst. Ja, dat moet ik nog doen. Maar, weet je, je moet ook geen... Er zijn ook wel meiden dat ik denk, oh, weet je, dat zijn hysterische kinderen eigenlijk. Dat ik denk, ja, daar wil ik niet mee samenwerken ook. Ja. Dus... Ja, ik snap wel mannen soms van als je dan een paar meiden bij elkaar zit die bijvoorbeeld allemaal tegelijk ongesteld zijn en die elkaar in de haren vliegen. Ja, dat hoort niet bij tatoeëren. Nee. Het tatoeëren is gewoon... Is eigenlijk gewoon een mannenwereld. Het zijn met je matties, het is een mannenwereld. Ja. Moet je eigenlijk op aanpassen, is goed. Ja, ik denk wel, en je moet je als vrouw aanpassen. Ik denk dat je er op een gegeven moment... Je hebt wel gewoon degene die ertussen passen. En dan heb je ook degene die hun eigen ding gaan doen. Ja, en dat is ook allemaal prima. Ja. Maar inderdaad, voor een jaar of 20 geleden... was het nog niet zo heel veel. Nee. De laatste tijd is het... Weet je, ik denk dat er misschien op dit moment... meer vrouwen aan het tatoeëren zijn dan mannen. Ja, het is wel echt gestegen. Ja. Het leek wel... Of ja, ik ben dan ongeveer 13 jaar geleden... kwam ik echt in de shop... 12 jaar terug ben ik dan echt gaan tatoeëren. Maar toen ik net begon te tatoeëren... Ik dacht van, ja, eigenlijk heb je weinig vrouwelijke tatoeëerders. Ja. Dus ik dacht van, nou, heb ik toch iets mee, toch? Ja. Maar toen kwam Miami Ink, Kat Von D. En toen dacht ik van, fuck, weet je wel. Nou denkt iedereen dat ik haar wil zijn. Ja. Haar wil nadoen. Ja, precies. Dus iedereen naar de shop... Oh, ken je ook Kat Von D? En ben jij de volgende Kat Von D? Ik dacht, oh mens, moet dat nou? Uitgerekend dat ik even iets, dat ik net wil beginnen. Maar ja, toen was heel tijd die Miami Ink. Ja, dat zal je ook wel hebben met tattoo disasters en dan andere programma's wat weer. Hè. Kan alleen maar daarover gaan, daar word je gewoon moe van. Ja, op een gegeven moment kreeg je dan wel ook, waar we het over hadden, weet je, Rob Webster en Saskia Messendorp. Ja. Die ladies convention ging organiseren. Ja, dat was wel echt top. En dat niveau was echt super. Zeker die eerste, was die locatie was super mooi, weet je. Was echt... Wow, maar er zat allemaal lekkages in de dak. Zat jij er ook? Ja, ik zat er ook. Ik was er ook. Ik ben er toen ook uit geweest. Maar weet je dat niet? Dat dak lekte, overal stonden emmertjes. En overal het stroom wat begon te knetteren en zo. Even kijken, was niet Zaandam, maar... Voor mij was Haarlem. Haarlem, klopt. Zaandam was de tweede. Ja. Het was zo lekker als een mijntje, maar het was wel de mooiste locatie. Ja. Helemaal mooi aangekleed en alles. Ja, dat was geweldig. Heel rood, ken ik mij nog herinneren. Ja, het was echt zo, alsof je een soort nachtclub binnenkwam. Weet je, die sfeer. Een beetje een hoerentent leek het. Ik vond het direct thuis. Dat was de tweede. De eerste en de tweede waren eigenlijk zo ingericht. Ja. En de derde ben ik niet meer geweest. Ja, daar ben ik wel geweest. Dat was in een of andere tuinbouw. Ja, dat kast is in een of zo, weet je. Normaal stonden de tomaten en nu zaten de tatoeëerders. Ja. Wie had toen op die eerste damesconventie die schoen kon je winnen? Ja. Wie had die gewonnen toen? Eva van Desperado. En die had iets heel kleins getatoeëerd. Wel mooi, maar echt klein, dat weet ik Eva van Desperado. Was dat zo'n hak? Zo'n, ja, dat was de prijs. Ja. Zo'n pump, ja. Dat was kon je winnen, ja. Mooie prijs. Dat was wel leuk. En het was druk ook. Ja. En wat ik heel leuk vind... Kijk, ik kijk ook echt tegen de oude garde op. Hè. Jullie, je vader, Ori, noem maar op. Ja, leuk. En Rinto liep daar. En ik denk, Rinto loopt gewoon hier, weet je. En die zei toen tegen mij...
zo, maar nou, die meiden kunnen best wel goed tatoeëren, weet je wel. Terwijl Rinto is juist ook, denk ik, iemand ja, die geeft geen complimentjes. Vrouwen in een tattooshop, ja, daar gaan we. Nee, precies. Ja, ja. Ja, dat was best wel een lange wereld. Dat vond ik best wel bijzonder, ja. Want ik denk een van de eerste tatoeëerders van Nederland, Bianca, denk ja, ik. Ja, voor mij is heel wel, Hilversum, ja. Ja, denk toch wel. Ja, je hebt wel wat andere. En Bianca deed die portretten vooral toch ook? Ja, wel de bekendste voor mij in die tijd ook, Okkie. Miranda, Tatoe Miranda, een beetje. Ja, van die tijd ken ik alleen maar Bianca. Maar die was wel piercer, ik dacht, ja. Maar die deed ook Tatoe Miranda. Oh, echt? Ik ken er echt alleen van piercer. Oh ja, alleen van piercer, ja. Ja, dat is ik weet niet beter, Bianca toen niet uit. Ik bedoel, die maakte verschrikkelijke mooie portretten. Ja. Niet normaal. Ja. Voor die tijd zeker. Ja, zeker. En eigenlijk hoor je ook niks meer. Tattoo Solution heette dat, hè? Van ja, Tattoo Solution heel veel. Volgens mij is het overgenomen. Bianca doet geloof ik nog wel wat. Toen heeft die Marjolein nog bij de gewerkt. Van de Wetering, ja. Zij was zoveel gewerkt daar. Ja. Want zij had op een gegeven moment echt wel redelijk een soort vrouwenshop had ze ervan gemaakt. Ja, voor mij die Paul die nou in Hulst zit, die heeft er nog even gezeten. En Michel, weet je, die in Houten heeft gezeten, die heeft er ook gewerkt. Maar voor de rest waren het over het algemeen alleen maar vrouwen die daar werkten. Ja, dat vind ik ook wel leuk hoor. Dat vind ik ook wel leuk, dat een meid dat durft ook. En, weet je merkt het ook bij ons in de shop. Hebben we ook twee meiden die bij ons zitten tatoeëren. En die zitten toevallig, onze shop is in twee delen gesplitst. Ja. Dus, en de ene deel, daar zit ik dan met die twee meiden. Oh, maar ja, dat werkt prima, weet je. Die hebben dezelfde zieke humor. Ja, en, leuk. Zijn allebei gesteriliseerd, hè? Dus, ja, dat is wel fijn. Ja, zeker. Ja. Dat was wel een optie. Hey, kijk maar. Dus jij zit 12 jaar tatoeëertje nou dus. En, het is toch wel fijn dat als je dan in de shop zit, dat je al gelijk aan het werk kan. Hè? Gelijk dan. Ik bedoel dat je. Dat wel. Er is toch altijd werk dan gelijk? In het begin had ik daar wel echt moeite mee. Want ja, ik was natuurlijk 17 toen ik de shop in kwam. Daarvoor, ik was nog leerplichtig. Dus ik ging nog wel even naar school. Maar ja, ik had al toen ik 14 was, wou ik al gewoon tatoeëren. Ja. Wou ik gewoon al naar de shop. Maar ja, leerlingenplicht, dat werd steeds strenger natuurlijk. Ja. En ze zeiden van, ja, moet diploma halen, dit, dat. Dus mijn vader had uiteindelijk gezegd, oké, weet je, haal je diploma maar. Ben in ieder geval niet dom, snap je? Gewoon je diploma halen, heb je dat alvast in de pocket. Dus ja, ik kwam 17 jaar en... Ja, het was gewoon heel moeilijk, want ik dealde er heel erg mee. Omdat Jimmy, mijn vader, die had gewoon al een naam. En het was heel makkelijk van, oh, dat is toch de dochter van Jimmy. En weet je wel. Dus dat vond ik heel moeilijk. Had jij het idee dat er een soort druk op je lag ook? Ja, dat ik mijn eigen echt moest bewijzen. Maar als iemand dan aan mij vroeg van, hoe is het? En wat voor werk doe je nou? Ik wil niet zeggen dat ik mijn eigen schaamde, maar ik was te bescheiden om te zeggen van, ja, ik ga tatoeëren. Want dat was te makkelijk of te erg voor de hand liggend, snap je? Dus ik heb mijn eigen echt kaart willen bewijzen van, ik doe het allemaal zelf. Sorry, ik praat tegen jou. Het was meer een last dan een voordeel dus. Nou, misschien dat ik dat er zelf gewoon van maakte. Maar ik was altijd heel bescheiden. Ben je daar niet veel beter door geworden juist? Tuurlijk wel, zeker wel. Want mijn vader, moet ik het zeggen, het is heel moeilijk om van eigen aan te nemen. En hij, hoe hij dat weet, dat ken ik nou nog steeds niet. Dus van hem ken je eigenlijk niks leren. Want hij leerde mij iets. Kijk, hij tekende in één keer een rugstuk uit de hand. En ik zat dan zo te kijken van, ik weet niet of dit wel goed gaat. Of er ooit wel goed komt, wat hij nou aan het doen is. Maar uiteindelijk komt het gewoon goed. Ja. Maar daar krijg je gewoon zelf geen wijs uit. Je ziet een paar stiften, paar lijnen. Snap je? En dat was de Japans in één keer een draak. En dan heeft hij binnen 5 uur erop zitten. En dan bijna af dan gewoon. Hè? Ja. En dan zit ik dan zo naar te kijken. Dus het meeste wat ik eigenlijk heb geleerd is van Frankie en Wilco. Ja. Maar doe jij veel freehand? Doe ik heel veel freehand, een beetje Chicano-stijl, dat is wel jouw dingetje. Jawel, toch? Ja. Dus José López, dat was eigenlijk echt mijn idool, weet je wel. Of in tato-wereld, daar keek ik helemaal tegenop. Ja. En ik begon eerst altijd met krulletjes. Daar ben ik nou nog steeds heel erg van, die sierlijke shit. En toen zag José López, zijn boek kwam uit. En volgens mij zelfs daarvoor nog had ik hem al op internet gevonden. En dan vond ik zo vet wat hij maakte. Is dat Latino-art, dat boek? Weet ik niet meer. Maar ik had hem eerst op internet gevonden. Ja, gewoon Lowrider. Ja, Lowrider. Tattooer, dat was dan zijn boek die ik dan ooit had. Maar daarvoor had ik hem al op internet gevonden. En toen voelde ik mij gewoon gelijk weer te min. Ik denk, fuck, weet je wel. Zoiets, dat moet ik gewoon hebben. Maar dus... jij hebt toch ook je been laten... Nee, het was van iemand anders. Was hij wel van hem? Jawel, van José López. Ja, een stukje maar. Hè. Dus één portretje heb ik van hem.
Dus ik was hem, waar we net over hadden, conventie in Breda. Ja, hoe lang is dat geleden? 8, 9 jaar? Ja, nee, dat is langer, denk ik 10, al, hoor. Ja, dat 10 misschien. Zou kunnen. Ik weet het echt niet meer. Dus ja, toen had ik hem voor de eerste keer ontmoet. Had ik een praatje met hem gemaakt. En kei tof, maar ja, helemaal nerveus. Dus een paar jaar later, ik denk, fuck, ik moet gewoon de tattoo van hem hebben. Dan maar kapot, dan ga ik maar naar Amerika. Maakt niet uit waar dat hij zit, ik moet er gewoon heen. Dus ja. Toevallig was hij in Londen, heel fijn. Hij had een vestiging geopend daar, toch? Van ja. 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 Dus standaard lowrider shop zit daar. Hij ja. Zelf dan? Ja, ja, hij ja maar hij is er niet altijd. Zat, toen de tijd June Charlie deed volgens mij. Oh, yeah, yeah, ja, maar toen was hij al weg. Toen waren hun al uit elkaar. Okay. Want dat is ook een apart verhaal. Ja. Maar, we hebben nog even. Ja, nee, ik weet het fijn in ieder geval. Maar dat wel uit elkaar is. Nee, maar in Londen, dus dat was fijn. Maar ik was wel echt bereid om voor hem gewoon naar Amerika te vliegen. Of waar die ook zat, had ik er gewoon voor over. Ja. Dus uiteindelijk, hè, daar een afspraak om 12 uur. Ja, ik met mijn vader daarheen. Mijn vader was nog zenuwachtiger dan mij. Heel gek. Ah, mooi. Meisje. Ja, dus op een gegeven moment... Ja, maar ook hij keek ook tegen hem op. Oh, snap je? Ja, dus dat was ook wel mooi. Terwijl hij zelf ook gewoon een naam heeft. Maar hij was gewoon mijn idool van tato-wereld. Dus 12 uur, wij waren daar. 1 uur, 2 uur. Nog niemand. Dus ik zeg, ja, hey pap, maar wel 1.000 euro aanbetaald. Ja. Snap je? Ja. Dus op een gegeven moment... Ja, niemand was er nog. 2 uur daar zitten wachten. Ik zeg, ja, pap, luister. Als niemand komt, hier dadelijk, sla ik je de kietiekels een klein. Ja, dat zweer ik echt. Ik werd helemaal gek. Maar weet je wat het is? Wij zijn... Hij valt uit. Ik hoor mezelf. Oh, nou, hoor mezelf weer. Net was ik. Maar, nee, oh, oké. Okay. Nee, maar weet je wat het is? Wij zijn zo opgevoed van afspraak is afspraak. Ja. Maakt niet uit. Ben je ziek? Heb je een kater? Whatever. Ja. Is je hond kapot gereden? Gaat gewoon werken. Snap je? Zo dat heb ik altijd gedaan. Ja. Maar ja... Hè? Wij laten mensen 100, 150 euro aanbetalen, maar 1000 euro, daar komt niemand op. Maar zijn starttarief is toch ook al rond de 1200 of zo? Ook alweer. Nou, ja, ik weet het even niet meer. Ja, dat starttarief. Er niet voor en zo'n roosje. Ik dacht, want ik heb toen betaald in ponden, want dan maak je waar je zit. Je betaalt gewoon dan die valuta en... Toen moest ik 2000 pond betalen. Maar wat voor uurloon heeft hij dan? Hij bepaalt gewoon prijzen. Dus jij gaat gewoon e-mailen van tevoren. Dat was toevallig met zijn broertje. Die was dan zijn boekhouder. Of hoe heet dat? Manager. Manager, ja. En manager, hij zegt dan, nou, tussen zo en zoveel zal het ongeveer zijn. Maar je neemt altijd extra mee, mocht het meer worden, whatever. Dus op een gegeven moment, ik zei tegen die mensen daar, ik zeg, hoe zit het? Hè? Wordt het wel tijd dat hij komt of niet? En zo, maar dat komt omdat hij vannacht tot laat heeft doorgewerkt. Ja. En daarom is hij nou... Zo'n hotelkamer. Daarom is hij nou later dit en dat. Dus hij kwam om 3 uur, kwam hij aanschijten. Ja, lekker bandkerm, hij zit in de rolstoel. Maar mee als je die vent ontmoet, is gewoon kei toffe gast. Is zo lief. Maar 3 uur kwam hij aan, En ik met zei heel zijn, met heel zijn entourage, mooi dus man. In ieder geval 3 uur kwam die aan. En ik zei van, nou, doe jij je ding. Ik wil in ieder geval zo'n vrouw Chicano shit, wat jij allemaal maakt. En hij ging een tekening maken en om 7 uur was die pas klaar. Dus, met de tekening? Ja, dus 4 uur later klaar met die tekening. Maar stel je voor dat, dat je zo'n mouwklant bent geweest. En dat je zou zeggen, vind ik niet mooi. Nee, maar ik vond het prachtig. Ik zeg, zet maar gewoon erop. Dus ik ben gaan liggen. En ik heb het, denk ik, 11 uur lang gelegen. 11 hoe, uur lang? Hoe ik het heb gedaan, weet ik ook niet. Maar ik had bijna mijn vlucht gemist. Want ik had eigenlijk 2 afspraken bij hem. En hij zei, als je het volhoudt, dan gaan we gewoon door. Ik zeg, fuck it. Allemaal kapot. Gaan we ervoor. Echt, heb ik 11 uur lang gelegen. Zo. Hey, maar, en werkte hij niet ook met zo'n Mickey Sharps gewoon? Een Mickey Sharp machine? Daar werkt hij gewoon weet mee. Weet ik niet meer, zo lang geleden. Zo. Maar het was in ieder geval rotary. Want het deed niet pijn. Rotary, het was, het was heel soft. Hij aaide gewoon. Dus daarom was het ook makkelijk vol te houden. Ik weet wel toen, wat jij zei van Breda, dat Brian, die had ze toen volgens mij voor het eerst naar Europa gehad, wat ik weet. Of in ieder geval naar Nederland. En toen zaten ze er op die conventie. Maar ze werden dan opgehaald. Dat was, ik werkte toen de tijd nog voor Niederlaard. Mm-hmm. En toen werden ze opgehaald. En toen kwamen ze ook bij de shop langs waar ik dan werkte. Dat was IJsselstein. Ja. En ik had echt zoiets van... Er komt er denk ik een hele delegatie van de Latino's binnen. Ja, kijk hè, met mooi hem erbij. Ja. Esse, je bent de Aschie, ik was op dat moment was ik een tattoo'tje aan het zetten. En ook Black and Grey, wat ik eigenlijk nooit echt doe. En daar ben ik ook niet zo goed in. Dus en die José die komt naast me zitten met zijn rolstoeltje. En ik ben zo aan het tatoeëren, dus ik zit zo met hem te praten. Hij zit zo mee te kijken. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment had ik zoiets van...
Zie je op, ik? Ik zeg, als je vragen hebt, weet je, over hoe ik dit doe. Ja. Ze mag het rustig zeggen. Ze wil je best helpen. En Brian dat echt zoiets van, dat vindt hij alleen maar mooi. Ja. Kijk, hè. En dan zie je later zijn werk te kijken. Ik denk, oh, weet je, ik had gewoon mijn bek moeten houden. Ja. Heb je wel eens echt met hem gesproken? Ja. Hij stotterde het ook een beetje, hè? Ja, maar ik vind het een hele vriendelijke man. Kei toffe gast. Maar het mooie was, ja, ik werd dan getatoeëerd. Maar hij kreeg natuurlijk een beetje visite. Hij was in de stad Londen dan, dus er kwamen wat kennissen van hem. Maar als hij, kijk, ik ken gewoon tatoeëren, ouwe hoeren, van alles, telefoon opnemen, maakt niet uit. Dus hij was met mij bezig. En er kwamen een paar mensen met hem een beetje praten. Die willen op de foto. Ja. Nou, niet per se, maar die kwamen gewoon echt praten. Waren echt vrienden van hem, denk ik. Dus op een gegeven moment, hij stopt dan met tatoeëren en neemt helemaal de tijd voor hun. Ja. Mijn vader is zo bot en hard, maar hij is altijd eerlijk en recht voor zijn raap. Dus mijn vader zei gelijk van, hé, José, is wel mijn dochter die je nou tatoeëert. Ja. Dus jouw vrienden, laat die maar lekker een andere keer komen. Ja. Of in de eigen tijd. Oh, top, zo. Ja. Dus José zo, oh nee, sorry. En ik heb hem lang niet gezien, daar is niks mee te maken. Gewoon doorwerken. Ja, maar hij is al zo langzaam. Maar we hebben toen in Berlijn naast hem gezeten. Ja. En dan doet hij inderdaad over zo'n dingetje, doet hij 10 uur. Maar dat komt ook omdat iedereen wil met hem op de foto. Iedereen wil even... Nou, dat was hij niet. Wij zaten echt privé achteraf. Ja, dus ze waren echt bekend van ook? Hem. Ja. Was. 10 uur of zo. Ben je niet goed. Stoppen met iedereen op de foto. Nee, joh, wordt op. Word jij niet herkend op straat zo? Zomaar? Ja, tuurlijk. Nou, eerlijk zeggen. Nu zeg anders geen dood. Het is allemaal in tijden van corona opgenomen. Dus op een gegeven moment... Je komt niet meer over straat. Oh, zo, ja. Maar het is wel een voordeel. Of je hebt een mondkapje op. Dus niemand die legt die link of zo, denk ik. Ik weet niet hoe groot jouw mondkapjes zijn. Christel, om jouw keer dan niet heen. Ik bedoel, dit is one of a kind. Dat zie je gelijk. Tenminste, mensen die jou zien. Want ik heb het in de shop ook wel. Ja, we doen een podcast. Christel is er ook bij. Ze weten allemaal van hoe of wat. Ja. Dat vind ik nog steeds iets ongelooflijks hoor. Kijk, ik ben daar ook ingerold via Robert eigenlijk. Ja. Hè? Robert die heeft toen gezegd, nou, ik wil het alleen doen met Hans en Christel. Ja. Als zij ja zeggen, dan doe ik het. Dus ja, toen hebben we ja gezegd. Ja, we zijn gewoon een soort oud vriendenkliekje van... misschien wel 10 jaar geleden, ook 15 jaar geleden. Oké. Okay. Ja, leuk. Dus dat was gewoon een vrienden. Maar hoe heb je hun leren kennen dan? Via Institution eigenlijk. Okay. Via Institution. Ik weet wel dat Hans hetzelfde tijd begon als ik. Hans begon bij Robert en ik begon bij Errol. Dus een beetje de leerlingetjes toen. Leuk. Leuke tijd. Maar het was een leuke tijd. Ja. Hey, en nou zit je dus in Ossendrecht. Ja. Ik wist ook niet van het bestaan af, hoor. Ik dacht echt dat het bij Rotterdam lag. Maar het ligt dus echt tegen Belgische grens. Belgische grens aan. Bij Roosendaal, zei je? Tussen Berg op Zoom in Antwerpen. Wij zitten eigenlijk heel relaxed van Antwerpen. Dus maar een kwartiertje. Dan zit je in Antwerpen centrum. En Antwerpen is leuk, hè? Dat was natuurlijk de shop van je man. Ja, het was een shop van mijn man. Ja, en ik werkte natuurlijk bij Institution. Toen heb ik nog even bij Blue Hawaii gewerkt. En bij Tony Rock'n'Roll, hè? Bij Tony, ja. Want ik werd weggestuurd bij Institution. Ja, een bepaalde reden. Ik weet het ook niet meer. Maar, zeg eens. Kom op, En toen belde Tony van, joh, kom anders zo lang bij mij werken. En Tony mag ik wel. Tony is ook een shop in Rotterdam, toch? Dat is ook een shop in Rotterdam. Hij heeft Queen of Rings en Blue Hawaii. Ja. En dus daar heb ik nog een tijdje gezeten. En toen leerde ik Rob kennen. Die werkte daar? Nee, Rob had een eigen shop in Ossendrecht al. Zit er al jaren, volgens mij. Ja, 26 jaar nu. Zo. En Hans Pasterik, dus Hansje. Ja, ik zei al de Pasterik. Die heeft ook nog bij hem gewerkt. Ik weet nog dat ik hem leerde kennen. Dat hij die heeft ook bij hem gezeten? Ja, die heeft ook bij hem. Liep ook altijd een andere jongen mee bij jullie, bij Rob dan? Ik weet niet, een hele harde gozer was dat. Nieuw. Nee, wel. Nee, ik weet niet eens. Hij was geen tatoeëerder, geloof ik. Voor mij ging hij gewoon aan. Gunther. Die? Doe je? Ja, de kok. Dat is Gunther superleuk. De kok? Ja, Gunther de kok. Ja. Ja, klopt. Die kwam ik altijd tegen op conventie. Super harde gozer was dat. Heel leuk. Die deed wel eens op zaterdagen bij ons werken. Ja, heel leuk. Floor manager. Ja. Oké, dus dan ben je van Hawaii. En toen ben ik daar beland. En gek genoeg had ik daar meteen heel veel werk ook. Dus in Ossendrecht? In Ossendrecht. Ja. Maar mensen... Ja, natuurlijk doe je ook heel veel dorpsgenoten. Maar je hebt in principe... mensen komen overal vandaan. Dat is ongelooflijk. Maar jij...
Maar jij komt oorspronkelijk uit Rotterdam? Ik kom oorspronkelijk uit Delft. Maar de laatste 15 jaar heb ik in Rotterdam gewoond. En klopt het ook dat je in een punkbandje bent begonnen en dat soort dingen of niet? Of nee, is dat bullshit? Dat is wel bullshit. Ik weet wel dat ik altijd mee... Ik ging heel veel met Robert-Jan en Lyon om. En nu Lene en Bertus van Schorum. En dat waren natuurlijk echt oude punkers. Dus wij zaten wel een beetje in dat wereldje, ja. Ja. Die zijn ook als een malle gegroeid toen, hè? Toen die zijn als een malle gegroeid. En nu zag ik ook weer dat ze op tournee waren in New York. En volle zalen. En dat is wel echt geweldig. Oh, dat is kicken. Ja, dat is heel... We hebben toen, ik ben er vanaf het begin af aan bij geweest. En dat is wel leuk dat iemand van zijn passie, die heeft dit bereikt gewoon. Ja. Ja. Want Leen was met de baard, hè? Ja, Leen was met de baard, ja. En wat ze heette eigenlijk? Lyon en Robert-Jan. Ja. Zo ken ik ze. Ja, want ik heb ze leren kennen op conventies. Ja, Leen en Bertus, ja. Dus ik mag gelijk, ik heb een eeuwig verbod in Breda, in dat hotel. Oh, ja. Dus dan maar door. Ja, oh ja. Serieus, nee. Nee, die hebben... Serieus. Ja, daar gingen we s'nachts waren aan het bowlen met die jongens. Met flessen en met weet ik het allemaal door die dingen. Toen gingen we het zwembad in, openbreken. Toen waren we dus... heftig. Er een jochie van 25 daar aan de kant. Jullie moeten eruit. Dat is een feetje. Zo. Tegen 40 dat er weer de zagen. Dat was echt leuk. Maar, en die was zijn het op waard? Gegeven... Was het allemaal waard? Ja. Maar die jongens die zijn toen... toen kregen ze scumbass, hè? Gingen ze doen toen, geloof scumbass, ik. Scumbass, dat is een beetje punkfestival. Ik ben drie keer geweest nog. Superleuk. Ja, ben ik ook doen geweest. Ze dat nog steeds? Of? Nee, volgens mij is het op een gegeven moment... De laatste keer was in de onderzeebootloods of zo. De laatste keer ben ik niet geweest. Hij heeft gewoon hoor, maar hij door dat ding. Jezus, Hij spissen en de trap op. de laatste keer was... Wat ik ervan begreep, was het niet zo succesvol als de eerste keren. En hebben ze het even op een hold gezet of zo. Maar ik geloof wel dat er weer iets ging gebeuren. Ja, als ze slim zijn, doen ze dat. Ja, ik bedoel, dat is ook maar ze zijn toch ook op een gegeven moment naar Japan gingen ze? Ja. En ik weet allemaal niet naar Vietnam, weet ik veel waar ze allemaal, de Filipijnen. En volle zalen, hè, allemaal. Ja. En dat is wel leuk. Dan zie je allemaal, daar hebben we het eigenlijk weer niet over tatoeëren. Ja, maar niet uit. Nee, maar Andy, jij weet overal van alles af eigenlijk, hè? Ja. Hij is goed op de date. Als je een halve meijer bent, weet je, dan weet je onderhand. Dan weet je dat wel. Ja, daarom doen we die podcast en altijd over twee. Ja. Nee, maar die jongen, echt leuke jongens. En dan hadden ze pas, en dat vond ik wel mooi, ze waren dus op tournee in New York, waar ze in van de Huppelpup Hall aan het optreden, heel volle zaal, met allemaal, deze allemaal kapsels op het podium. Oh ja. En dat was het aanhangbord, of het bord van, Schorum is op tournee. Ja. En daaronder stond Vrijdag goed Metallica. Weet je wel, die trad daar ook op in dezelfde zaal. Dan denk je ook van, daar staat mijn naam op hetzelfde bord als Metallica. Ja, dat is toch kicken. Maar die jongens zat op een gegeven moment ook bij De Wereld Draait Door. Ze bij De Wereld Draait Door. Ze hebben een hele avond gemaakt. Een documentaire, een boek. Maar ik weet dat ze ook een keer bij De Wereld Draait Door hebben ze een hele avond voor zichzelf gehad. Of tenminste een paar uur. En dan mochten ze allemaal dingen die hun leuk vonden van tv, muziek, mochten ze uitzenden. Ja. Maar er komen ook echt, wat er op de deur staat daar bij hun, je komt ook echt geen vrouw binnen. Hè? Nee, er komt absoluut geen vrouw binnen. En ik woonde er vlakbij en ik liep wel eens langs, maar nee, niemand kwam binnen. Binnenweg? Ja, binnenweg. Nieuwe binnenweg. Ja. Dat was hem. Ja. En dan hebben ze nu ook een school, hè? Schooltje. Ja, dat is die oude zaak. Dat is de oude zaak. Aan de overkant. En aan de overkant, dat is de nieuwe shop geworden, zeg maar. Ja. Maar ja, dan is het op een gegeven moment heb je dat zelf toch niet meer in de hand als je zo hard gaat. Of wel? Ik bedoel... Ik zat er wel eens verbaasd van hoe makkelijk ze dat doen. Ja, ik weet het niet, maar ze zijn gewoon echt zichzelf. Hè? Ik ken ze niet anders. Het is nog steeds rock'n'roll, hè? Het is gewoon rock'n'roll. Dat is echt niet te geloven. Ze zijn alleen nu wel... ze drinken niet meer en ze zijn vegan geworden. Hij stoort. Hij stoort. vegan. Dat stoort bij ons. Ja, we zijn nu anti-vegan ook. Ik ben anti-vegan, is hoor. Is erg of niet? Ben je ook Inktal? Dikkie de Witte zei mooi. Hij zou wat denken dat er mayonaise in zit of zo. Fairtrade dan. Ja, nog even. Jij bent toch ook niet van de vegan? Ja, tuurlijk wel. Nee, jij dan? Wat op, man. Dat is tegenwoordig een dingetje. Oh, vroeger werd tattoos geassocieerd met rock en roll. Over 10 jaar is het weer wel anders, snap je?
Alles op waterbasis. Ja, dat is het nou al bijna. Ja, dat is het al bijna, allemaal. Ja, de tatoeëerder is niet de tatoeëerder meer, denk ik. Hè, maar van, dat is toch echt jammer, weet je. Die schifting van hoe het vroeger was en nu was. Echt, ik moet daar echt aan wennen. Ja, daarom moet ik ook aan wennen. Jij tatoeëert ook al... Ook zo, 13 jaar. Ja, 13, 14 jaar. Nou, ja, hoe fijn was dat? Oké, het was wel... Ik moet zeggen, nou vind ik het ook nog steeds wel fijn. Wat ik net dan zei, dat ik mijn eigen... Hè, ja. Daar die luxe heb, dat iedereen zegt... Nou, doe maar wat jij wil. Wordt toch wel mooi. Maar vroeger was het gewoon zo... Boekje kijken. Ja. Doe dit maar. Doe dan maar. Ja. Is ook wel makkelijk, maar het was anders dan nu. Nu is het zo bijvoorbeeld, vind ik dan... Nieuwe generatie... hier, telefoontje... Dus lief van bijvoorbeeld... Zeg je ook, kom maar naar de tattoo salon? Zeg je dat ook? Nee, salon? Kom maar naar de shop. Ja, de nee, geen salon. Ik zeg nooit artist. Nee, dat is of nee. Dit of dat, artist. Fuck off. Nee, maar dat ze dan een telefoontje en gewoon hyperrealistische tattoo. Ja, zet maar. Ja. Ja. Doe maar. Weet je wel? Oké, dat is ook, weet je, snel. Wij hebben ook met die klanten, en dat is ook veel met het realistische. Dus van, weet je, ik wil een hele sleeve. Maar iedereen wil heel apart zijn. Maar ze komen allemaal met hetzelfde. Weet je, er zit weer een fucking leeuw bij. Er zit weer een klok bij. Een paar rozen, een duifje erbij. Een Stairway to Heaven. Weer een eigen draai. Eigen draaitje eraan. Ja, maar op een gegeven moment ben je ook wel eens een keer klaar ermee. Dat heb ik gelukkig bijna nooit. Ik heb heel veel vrouwelijke tatoeëerders. Maar wat ik net al zei, kleine tatoeërs doe ik dan niet meer. Dat wil ik niet... bedoel ik niet verkeerd of ik wil niet arrogant overkomen. Maar we hebben altijd die... Ja, eigenlijk ben ik dan wel heel erg, klopt. Ik vind juist kleine leuk. Ik hou niet van grote stukken. Dat is ze vertaan naar jou toe. Ik wil gewoon één of twee keer op de dat hij gewoon af is. Ja, oké. Okay. Nee, ik hou van sleeves. Ik hou echt van been sleeves of sleeves, weet je wel. Been sleeves het liefste. Maar zaterdagen heb je meegemaakt, Bons, hè? Ja, niet normaal. Ja, gekhuis. En dus als nou corona bijvoorbeeld niet was... Want nu denken mensen nog steeds dat wij inloop hebben. Als wij inloop zaterdag hadden zonder afspraak, kleintjes... was vanaf 12 uur. Maar de mensen zelf gingen al om 10 uur... gingen ze al voor de deur staan wachten. Ja. Om de eerste maar te zijn. Ja. Niet normaal. Ja. En dan kwamen wij om 12 uur aan. Maakt niet uit of het nou onweer was of 40 graden hittegolf. Stond gewoon 20 man voor de deur. Ja. En dat is nou afgelopen tijd. Maar vroeger, toen ik dan net begon te tatoeëren... was het gewoon rond de 30 mensen wat voor de deur stond. Ja. En zaten wij wel met 3 tatoeëerders. Maar we hadden een keer van 12 tot 8... want we waren van 12 tot 6 open. We waren een keer van 12 tot 8 wezen doorwerken. En nog moesten we gewoon 14 mensen naar huis toe sturen. Ja. Zo erg was het. Ja. En zelfs mensen in Amsterdam weten gewoon hoe druk dat het was. Ja, ik heb toen een poosje even bij Dickie de Wit gewerkt. En toen kwam ik daar ook voor de eerste keer op zaterdag. Ja, toen kwam ik, die ging ook om 12 uur open volgens mij. Ja. En ik kwam me half af aan. Kijk, ik had zoiets, wat de fuck is er aan mijn hand, joh? Maar die had het dus ook op zaterdag, weet je, gewoon alleen maar wolken. Ja, maar dat is gewoon iets ouderwets nog, hoor. Ja. Maar dan mensen komen binnen, die ging zitten. Ja. En je bent de vierde, weet je. Je moet een uur of 3 wachten. Ja, die tijd was top. Maar ik kan nog herinneren, van toen die tijd, toen ik net 17, 18 was. Wij lieten gewoon iedereen massaal binnen in dat klein shopje bij ons beneden dan. Iedereen mocht gewoon helemaal daar plaatsnemen. Maakt niet uit of het 3 uur duurde, 4 uur. Mensen bleven gewoon wachten. Maar nou doen we het soms, als corona weer alles voorbij is. Doen we het wel slimmer dat de mensen gewoon lekker een tijd geven. Dat ze even de stad in kunnen gaan, even wat eten en dan later terugkomen. Ja, zit je ook niet dat mensen zo lang zitten te wachten met hun bakkers van, hoe zit het? Ja. Want je loopt toch altijd uit, weet je wel. Maar de mensen weten het eigenlijk wel van tevoren. Ik bedoel, die hebben het er ook voor over om daar te als staan. Als ze een paar keer zijn geweest, 10 jaar geleden, dan misschien nu sommige niet meer. Sommigen zeggen een dagje uit, hè? Ja. Maar dat is mooi. Maar er zijn juist die mensen die echt van buitenaf komen, die gewoon met de trein komen, die een uur moeten reizen, die maken er gewoon een dagje Den Bosch van. En daar heb ik gewoon echt respect voor. Die vinden dat echt niet erg. Ja, precies. Maar nou is het zo, het moet en snel, het moet goed en goedkoop. Alles moet gewoon een... En als het een kwartier uitloopt, is van, zo is het. Ik moet nog weg. En daar haal ik niet, hoor. Want ik moet nog dit en dat doen. Maar die kleine tato's, ik wil ze gewoon niet meer zetten. Want de waardering is gewoon weg. Een beetje een getraumatiseerd. Dan niet per se. Maar weet je wat het is? Ik denk dat bij mij van, op zo'n zaterdag zit je dan 12 jaar lang, bloed, zweet en tranen. Hè, helemaal mentaal helemaal mentaal mishandeld. Ja. Nee, maakt niet uit. Maar in ieder geval, zet jij zo'n klein stukje... en hebben ze eerst een half uur gemouwd. Ja, toch iets kleiner. Nee, toch iets meer naar rechts. Ja. En dan eind van de rit is het... Ja, oké, Nee, of van die klanten... Maar niet eens bedankt. Snap je? Niet eens dank je wel. Er is geen... Maar die klanten... Voor die nul waardering. Ik heb het ook wel eens met een grote tattoo gehad. En je echt denkt...
Toen was ik weer een gozer bezig, die wou allemaal rozen op zijn arm en de achtergrond moest zwart zijn. Wolken. En nee, het waren echt alleen maar rozen en de achtergrond David zwart. Beckham. En ik had dat ding gemaakt en ik had zelf zoiets van, zo, heb ik best vet gedaan, weet je. Ja. Dus ik zeg, hij is klaar, weet je, schoongemaakt. Ik zeg, even kijken in de spiegel. En die gast loopt naar de spiegel en die kijkt zo. Jij bent enthousiaster? Ja, zegt hij. Ja. Ja. En dan loop ik terug en ik mocht hem inpakken. Ik had echt zoiets, heb ik er al mijn best voor gedaan, weet je. Ja. Ja, maar nou, dat vind ik sowieso wel moeilijk. Moeilijk. Maar ja, niet iedereen is zo amicaal als wij, nee, weet je wel. Klopt. Er zijn ook mensen die een beetje autistisch hoeven ingetogen zijn. Ja, dat kan ook zo. En die dat. Zijn wel heel blij, maar die kunnen dat niet uiten. Niet uiten. Misschien tegen de vrienden kut, wel. Maar dat is echt waardeloos. Ik heb echt zoiets van, godverdomme, je bloed, zweet en tranen. En ik ben zelf hartstikke trots erop. En jij, oké. Nee, dat heb ik niet. Ik vind het nog meevallen. Ja, ik vind het ook meevallen. Zo warm hier. Ja, de overgang. Ja. Nee, maar of die klanten die binnenkomen, dat vind ik een beetje moeilijk. Ik heb met heel veel mensen gewoon omgegaan. En als ze zeggen, dan komen binnen. Oh. Ja, dan kun je even dingen. Het is maar een uurtje werk, joh. Ja, dat ja. Oh, tatoeëer je ook. Bepaal jij dan, ja, precies. Maar luister, weet je, vroeger, als jij een tattoo, had ik echt respect en ontzag voor een tatoeëer. Respect, ja, dat is leuk. Ik durfde bijna niet die drempel over. Precies. Oh, god, weet je wel, met zweet in je handen loop je een tattoo shop binnen. Ja. Nu komen er wel eens mensen binnen, die gaan jou vertellen wat jij moet doen, weet je wel. Terwijl vroeger werd dat jou gewoon verteld, van ik ga dat doen en dat doen. En jij dacht zo, ja, dat is goed, prima. Ja, precies. En ja, nu is het andersom. Het is ja, daar ga ik aan vroeger beginnen. Wel eens gehad, dan ging ik of in Utrecht, of naar Dickie de Wit of naar Mark Rans, weet je. En dan kwam je dan bij die shop en dan zag je dan allemaal van die zwaar getatoeëerde kerels aan die baas. Ja, dat al. Oh, tyfus, weet je, ik wil wat vragen, maar ik hoop niet dat je in elkaar geslagen wordt. Ja. Weet je, dan hup naar binnen, dit, is goed. En wat jij zegt, tegenwoordig komen er meiden binnen van een jaar of 14 of zo, weet je, die nog helemaal niet getatoeëerd mogen worden. Ja, ik heb een zus bij. Ik wil dit, weet je, dat kan, maar dat kost zoveel. Nou, zoveel, dat kan ik even goedkoper krijgen. Ja. Oh, serieus? Nee. Ja, maar gewoon helemaal geen ontzag meer of ja, helemaal niet dat meer dat zo bang zijn. Ook een beetje zijn. Komt door die programma's allemaal. Ja, zo ja. Is misschien helemaal. Is het te benaderbaar geworden of te het mainstream. Het enge is eraf. Denk ik, ja. Dat is wel kut af en toe. Wat zet jij het liefst, Christel? Ja, toch wel old school, denk ik. Old school, ja? Ja, old school. Ja. Ik hou wel van een hoop zwart erin ook. Ja. En kleur vind dat ik is ook mooi. Tof. Ja, een beetje contrast. Maar ik vind portretten ook heel leuk op een moment. Dus een beetje... Ja, kleurportretten vind ik ook heel leuk. Toch een challenge, daarom. Ja. Ik heb dat een keer geprobeerd. Ja. Een ACDC, wist je nog? Ik heb op een bekend iemand. Die lijkt op Grover. Van Zeesterstraat. Ik ga dat nooit meer doen. Kleurenportret. Ik denk, nou, ik ga het proberen. Ja. Hè, want ik zag Nicky Hurtado, hoe heet die? Ja, Mark Tado, en alles. Denk, die nou, trouwens helemaal niet aardig is. Dus, nou Nico. Ja. Nico, maar dan, ik vind dat toch wel een van de betere, wat je ziet. Ja, dus ik denk, weet je, ik ga het proberen. Ik denk, nou, hun hebben het ook. Dus ik zet maar heel veel kleuren hier ook. Weet je wel, heel veel potjes. En ik ben begonnen, dat was op Koen. Weet je nog? Die ACDC. Ja, voor mij. Maar ben je niet tevreden erover? Niet tevreden? Het leek kwijt, die van ACDC. Ja, Angus Young was het. Met Down. Ja. Oh, Met Down. Nee. Ja, maar had het maar ook was echt... diegene wel blij? Nou, ook niet. Oh. Nou, nee. Weet je wat mijn geluk was? Dat ik niet ACDC opgezet had. Weet je wel? Precies. Dus het hoefde niet te zijn. Oh, nee, dit was gewoon de gitarist van de coverband van ACDC. Ja. Hij leek er een beetje op. Toen heb ik ook gezegd... Nooit meer. Maar goed, ik heb ook gezegd, die tattoo is gratis, maar ik wil het gewoon proberen. Dat is top. Dat is ja, maar dat is top. Maar weet je, ik zet het wel oldschool op. Ik zet ook altijd een lijn. Ik werk ook wel altijd met lijnen. Ook lekker is een portret. En ik werk ook bijna alleen maar met zwarte schaduw. En geen greywash, daar werk ik eigenlijk helemaal niet mee. Geen greywash? Nee, bijna niet. Ook niet met black and grey niet. Nee. Gewoon zwart. Puur zwart. Ja. En dan is wel gedurfd. Ja. Maar ik werk ook, ik weet niet of dat ermee te maken, ik werk ook alleen maar met coilmachines nog. Alleen coilmachines? Ja, ik werk alleen met coilmachines. Ik lijn alleen. Ik kan niet met rotary, kan ik nee, niet kan in, ik ook lijnen. Zeker ken ik niet. Nee. Nou, we hebben het natuurlijk met die podcast hebben het erover. En heel veel mensen die zijn toch overgestapt op rotary. En ik werkte altijd met coilmachines. Ja. En ik was ook denk ik, Marcel die werkt nog met coils. Maar bij ons in de shop was ik dan op Marcel naar het laatste. Altijd loyal to the coil. Ja. En dit en op een gegeven moment, hij had zo'n pen en ik kreeg dat ding uit. Ja. Een dubbel. Cheyenne had jij ook, hè? Een van de eerste. Ja, we hebben nou had hij zo'n FK Irons. Oh, oké. Okay, ja, hij zegt op een gegeven moment, weet je, probeer het eens. Dus ik
ben het gaan proberen. En ik dacht, oh, dit werkt met cartridges, heel makkelijk natuurlijk. Ja, maar ik werk nou, ik doe mijn lijnen er ook mee. Ja. Weet je, ik zeg hem alleen super hard. En dan het enige wat ik wel heb, zeg maar, met bepaalde merken van naalden, dat ik zeg maar na 5 uur lijnen moet ik die naald wegflikkeren. Dat is gewoon bot. Van de cartridge, van de lijnen alleen. Ja, van die cartridge, dan is hij gewoon bot. Lijnen en schaduw, vind je ook? Schaduw ook? Nee, ik schaduw nooit zo lang. Okay. Ik lijn meer eens dat ik schaduw. Okay. Ja, maar jij doet ook heel veel... hoe noem je dat nou? Samoan. Dat is over het algemeen alleen maar lijnen en zo. Delos blauw. Ja. Maar jij doet ook schaduwen met coil, nog steeds? Ja, alles. En jouw coil. Handen, gaan die ik heb gaan? Hier zo'n eeltknop. Ja, laat eens kijken, jouw handen. Ja, ik heb, ja, nu valt het mee door corona. Maar mij is die bijna weg. Ik had hier een dikke... Ja, door corona is die bijna weggegaan. Ja. Die vader van jou, die heeft er godverdomme een bult op zitten. Oh ja, die heeft gewoon van die kikkervingers. Dat lijkt wel een bochel. Ik had hier, ja echt, ik had hier een eeltbult en hier zo. Ja, hier zie je hem nog een klein beetje, zie je? Klein beetje. Ik heb het hier liggen. Ik heb het ook hier zo, maar dat is gewoon reuma. Ja. Geef mij een vuurtje, ja. En even, de dames zijn er bijna leeg, vriend. Ja, godverdomme, die flessen voor de neus. Oh. Ja, wij zijn heel veel eisend, hè, pas op. Ja, hallo. Ja, nou, wij hebben wel onze eisen gesteld. Oké, wij komen, maar... Alleen blauwe M&M's. Ik weet alleen niet waar je M&M's zijn, ja. Ja, en blauw alleen. Hé, hey, maar jij dus veel zwart, Christel. Ja, dat vind ik wel knap. Ja, dat is goed. Veel zwart, ja. Ik doe zelf ook heel veel, gewoon echt veel zwart. Ik vind... Ja, ik... De belasting luistert mee, hè? Ja. Ik doe heel veel zwart, ja. Oh, de fles weg. Ja, joh. Ja, goed, ik vind... wat een beetje met dat bloed kun je ook nog eens een keer mee schaduwen. Heb je dat niet? Dat je denkt... Ik dop hem toch in... Waar verdunnen jullie mee dan? Van dingen, hoe heet dat nou? Pantera. Hebben we nou. Oh, maar dat is zo'n cray wash, die koop je gewoon zo. Ja, Pantera gewoon eigenlijk gedestilleerd water. Ja. Maar ik doe nou alles met Dynamic Black. Oh ja, dat doe ik ook met Dynamic. En dan doe ik zelf gewoon mixen. Eerst hadden wij zelf onze eigen ritueeltje. Om helemaal de schaduw te maken, juist die. Ja. Maar, en Amar zegt, wodka. Wodka doet door. Doet hij wodka? Bepaald merk doet echt wodka hoor? Door, ja. Ja. Oh, dan ga ik hem. Ja. Ik moet zeggen, ooit... Hoe zit het nou? Ja. Ik heb de tijd nog meegemaakt van tribals zetten. Hè? Heb jij ook nog tribals moeten zetten? Ik had ooit een zwart. Ik weet begot niet meer wat het was, maar dat was van mijn vader natuurlijk. Maar ja, zelf gemaakt. Waarschijnlijk zelf gemaakt. Of zo, niet te vertrouwen, super giftig. Nee, maar ik weet niet. Als ik het in het potje deed, was het net verf. Heel dik, weet je wel. Dat is niet die super black van Intense. Ja, geen merk. Het was geen merk. Nee, dit is voor Intense de tijd. Voordat Intense een beetje opkwam. Ja. En die tribals waren gewoon pik en pik zwart. Ja. Maar ik weet begot niet meer wat dat was. Maar ja, toen was ik nog zo jong, daar stond ik niet bij stil. Maar toen zaten er ook nog zware metalen in waarschijnlijk. Ja, zal best. Het zat er altijd. Ik weet wel dat wij toen de tijd, dat die flessen talens. Gewoon die waren ook heel zwaar. Inkt. Mixen. Ja, en dan in een pannetje, weet je. Wij altijd mee mixen. Moest je hem koken, weet je. Dan haalde je een bepaald... Maar dat was ook fucking een goede tip die ik van iemand kreeg. Ja, en ik hoop niet dat... Ze meekijken. Half dynamic. Nee, maar dat was dynamic. Die was, dynamic is gewoon sterk, perfect. Ja. Maar dan half, als je fles had, dan vulden we hem half met dynamic en half met talens. Tekening. Ja, die tekening. Die tekening is ook wel heel goed. Nou, zwarter dan zwart is niet normaal. Nou, dan ga ik eens een keer proberen. En nog steeds heb ik wel eens, ik ga die talens weer eens proberen. Ja, dat heb ik ook, weet je wel, want dynamic ken ik nu wel, weet je. Dus ik wil toch een keer weer eens op die talens gaan proberen. Heb je ook je eigen kleur en zo'n mix? Tenminste, die ja, maar weet je, toevallig kwam vandaag Hans van... hoe heet hij nou, die vertegenwoordiger van Tattoo Balm. Oh ja? Tattoo Balm. Ja? Mm. En die zei ook, joh, we hebben nou inkt, ga ik ook verkopen, 160 kleuren. Ik zei, waarom heb je godsnaam 160 kleuren nodig? Ja, dus zijn je kan met 6 kleuren, kan je alle kleuren blauw, maken. Blauw, groen. Weet je wel? Dus, en zo werk ik ook. Ik gebruik heel weinig kleuren. Ja, maar heb je dan... wel verschillende merken waar je mee werkt. Bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld wel wat dat deed ik voorheen. Intense had ik die van. En dan had ik van Eternal. Moms had je toen. Ja, Moms. Die had ik nooit meer. Die hadden de mooiste naam ook. Starbright. En die hadden de Golden Shower. Ja, Piss Yellow. En Monthly Red. Piss Yellow ken ik nog. Doodoo Brown hadden ze. Ja.
Nee, ja, ik gebruik Intens. Starbright, dat vond ik geweldig. Alleen Intens nog, ja. Vind vooral ik de beste wit. Kleuren, vind ik wel. Ja. Maar ik denk wel dat die kleuren, dus, of met de maaligde kan ook hoor, dat ze een beetje achteruit gegaan zijn. Ik weet niet. Dat, ik doe laatst tijd, je bedoelt qua tato setten. Qua tato setten, vind je het er moeilijker ingaan? Moeilijk, ja. Oh zo, nee. Ja, precies, de lichtblauw of de... Ja. de ik vind nog steeds kleuren gewoon, nou dat ze nog steeds, of ja, ik gebruik ze heel zelden, want we hebben bijna geen aanvraag voor kleuren. Ja. Maar ik heb nog één rugstuk. Ja, ik heb één rugstuk, helemaal Japans in kleur. Zo vet bij een vrouwtje. Tot aan de kont, weet je wel. Fucking mooi. Maar die moet ik nog afmaken, maar helemaal vol met kleur. En ja, ik doe het bijna nooit met Intens. En dat is eigenlijk mijn enige klant nog met kleur. Ja. Want ik zet heel graag kleur, alleen... Ja. Er is weinig vraag. Het wordt niet meer gevraagd. Maar ik merk geen verschil. Ja. Vind jij dat ik merk vernieuwd? Ook nog. Ja, hè? Ja, vind jij dat vernieuwd is dan? Ik vind, ja, dat anders. Valt. Maar ik weet niet hoe dat... De ene die gaat er... Je hebt nou bijvoorbeeld die Concentrate Blue. Die hele sterke, weet je wel. Daar kun je echt goed mee coveren. Ja. En alles. Die gaan er echt perfect in. Die paars ook, weet je wel. En die groen. En, ja, ik werk nou alleen maar solid. Solid ink. Ja, die was ook heel goed. Ja? Ja. Ja, ik weet dat ze hebben volgens mij... Ik weet niet of het precies is, 15 jaar geleden of zo. Toen kreeg je op een gegeven moment een gezeik met die inkt. Met die kleuren en zo. Ja. Ja. En toen is alles eruit gegaan. En het eerste wat weer een kleur kwam, dat was, heette toen de tijd Challenging Colors of zo. Ja. Enorme tiefe soorten. Gideon verkocht je toen. Ja, volgens mij kwam die Gideon. Via Goldskin inderdaad. Ja. En dat was enorme... Ja, je kreeg het er gewoon niet in. Nee. Weet je? Nee. En op een gegeven moment kwam... Maar volgens mij... zijn er dus een paar ingrediënten uitgehaald, want die mochten niet meer. Ja, dat, dat verzinnen ze altijd wel iets op. Maar je hebt altijd wel zo'n voorraadje in de koelkast staan, dat je denkt, nou, die pik ik er even uit. Ja. Maar is het, zoals als je een kleurentattoo hebt, want jij zet wel veel kleurentattoos, ik zet wel veel kleur, ja. Ik bedoel, die kleuren zitten er ook lekker altijd in. Maar ik bedoel, maar de ene werk bijvoorbeeld, ik vind... Hoe dunner je een naald of een round shader of een wat ook, dan gaat hij er beter in als dat je bijvoorbeeld een Magnum... Ja, ik pak altijd maximaal een Magnum 11 of een 9 om te kleuren. Ook al is het zo'n stuk. Dat gaat toch beter en het beste een rechte ook. Ja. Geen round shader of een ronde Magnum. Is het bij jullie ook niet zo, weet je, wat ik nog wel vaak merk als je met mensen erover hebt, over kleuren tattoos, dat ze altijd nog komen met die dingen uit de jaren 80 van ja, maar die kleuren vervagen. Weet je, over de loop dat die hoor jaren. Ik ook vaak. Ik denk van ja, we luisteren, weet je, de ontwikkeling is dan niet stil. Luister, deze zit er al 25 jaar op. Ja. Nou ja, hij is natuurlijk is wat lichter geworden. Ja, maar die kleuren zitten er gewoon goed in. Zit er ook al 20 jaar in, weet je. Dus je kan ook nog zien dus welke dat vind kleuren ik echt dus. Onzin, ja. Nee, ja, maar dat is wel wat ik dan gedaan heb. De trend dat mensen nog steeds denken, weet je. Denken mensen. Die hebben allemaal een oom van 73 en ja, de kleur is eruit. Ja. Oh. Snap ik ook wel. Ik moet zeggen, wij krijgen nog wel eens mensen terug, weet je wel, die dan 25 jaar of 30 jaar geleden getatoeëerd zijn bij ons. En die hebben dan gewoon die kleine roosjes en dingetjes. Mooi, ja. Heb je ook last van hooikoorts? Ik ook, ja. Ja, dan komt er die planten hierachter. Sorry. Maar niet uit. Maar die hebben ze dan bij, of door mijn vader laten zetten, of Frankie, maar niet uit. Maar helemaal vol met kleur. Alleen rood en groen. Die waren de meest giftige kleuren vroeger. Ja. Ja, als ik naar jouw arm kijk, kom, ziet er gewoon goed uit. Ja, maar dat goed, zit er toch in, gaat er gewoon kijken, niet uit. Ja, joh. Gewoon, in, gewoon een fucking goede tattoo die gezet is. Ja, ja, mooi. Zin. Slik Nick. Maar dat, Slik Nick, ja? Slik Nick. Okay. 25 free life. Hand. Ja, dat is supermooi. Was zijn eerste free hand. Ja, maar dat is toch een tattoo? Als je, hoe lang zit je erop, Christel, als je... 25 jaar. Ik denk 22 jaar. Dat wil je niet weten hoe oud ik ben. Ja. Nou, niet zeggen, nooit toegeven. Dan heet er een tattoo, of niet? Dat is snap er een tattoo. Ja. En daar ken ik gewoon niet tegen. De nieuwe generatie van nu, waar we het eigenlijk heel tijd over willen hebben. Nee. Brandlos. Brandlos. Laten we horen hoe je erover denkt. Hoe lang tatoeëren we allemaal? Zeg, tussen de 10 en 15 jaar allemaal. Maar toen was het gewoon nog... Je geeft gewoon heel je leven voor de tatoewereld. Absoluut. Snap je? Kijk, absoluut. En nou, die nieuwe stylist, die nieuwe generatie. Ik noem het altijd Pinterest-tatoeëerders. Snap je? Die minimalistische shitzooi. Ja. En ja, ik word er gewoon agressief van. Want het heeft gewoon geen kut met tatoeëren te maken. Jij zegt nou, dit is pas een echte tatoe. Ja, maar dat is ook echt. Ja. Waar je gewoon, wat ik net al zei, bloed, zweet en tranen voor geeft. Hun zeggen van, nee, ik tatoeëer alleen maar minimalistisch. Ja. Of fine line. Ja. Fine line. Fine is line, mooi. Ja. Kijk, ja. Ik heb nou ook een tatoeëerder in de shop aangenomen. Hé, tatoeëert zo. Super strak. Tatoeëert pas een jaartje, anderhalf zoiets. Duurt het gewoon super goed. Dat is Misha. Nee. Die tatoeëert langer. Nee. Robin, nieuwe tatoeëerder. Okay. Maar hij is echt heel goed met die Pinterest minimalistische dingen. Hoef jij het niet te doen.
precies dan. Nee, maar ik kan dat ook gewoon wel. Maar ik vind het gewoon niks. Hij doet het, hij maakt het nou, want wij leren hem dat wel. Dat het gewoon meer tato gericht moet zijn. Dat het gewoon echt grote mag. Het mag veel, het mag vol, het mag dik, snap je? Ja. Dat komt allemaal wel. Maar echt gewoon die prillijnen, dat ik denk van ja, maar dat kent iedereen. Ja. Snap je? Ja. En die mensen die nou zo gaan beginnen... Maar zou het niet zo zijn, omdat het over het algemeen misschien ook vegans zijn en zo, dat je best wel wat geld uit doet. Dan geef je best wel wat geld uit aan je voeding en zo. Dat ze misschien alleen maar geld hebben om lijnertjes 3 en 5 te kopen. Weet je? Misschien zitten wij er wel helemaal naast. Kan. Nee, ja, maar nou, het zijn... ik hoop het dat ze dat zo houden, want dan komen ze toch nooit verder. Dus dat is goed. Nee, go, Jopie! Ja, daar kan ik heel agressief om worden. Ja, maar kijk, dan zie je dat het gewoon... Het zijn twee verschillende werelden, juist, van toen en nu. Maar die mensen noemen er eigen artist. Ja, die noemen zich artist, ja. Want dat zeggen ze dan tegen mij. Noemen ze in dat tattoo-programma in mijn spijk. Hey? Artist. Crystal, ja, Crystal Met Artist. Nou, artist, weet je. Ik ben gewoon ook maar een meisje van de straat. Weet je wel, artist. Ja, maar dat is gewoon een nieuwe... Ja, maar dat is ook sommige, je hebt het ook met klanten. De ene zegt van, ja, jullie zijn echt kunstenaars. Nou, weet je, meer ambachtsman of zo. Weet je, of ambachtsvrouw in jullie geval. Ja. Ik vind het meer een ambacht. Ga gewoon godverdomme zitten. Een dikke lijn eromheen klaar. En, nou ja, echte tattoo. Wel eens, dan, gewoon een echte tattoo. Echte tattoo, maar dat vind ik jammer. En met alle respect hoor, ik bedoel, Jopie. Dus, doe je ding, ik zeg maar. Kijk, weet je, die gasten die tatoeëren 3, 4, 5 jaar, heb ik vorige keer ook gezegd, fucking mooi werk. Ja. Echt. Ik sta er echt van te kijken. Dat is hyperrealistische bedoeling. Niet normaal. Ja, ja super, maar weet je wat dat is? Daar ben ik ook achter. Kijk, ik begon dan te tatoeëren. Ik heb nog steeds die oude garde meegemaakt. Net zoals naalden moest ik ook nog steeds zelf maken. Zelf wat jij net zei. Ja. Heb ik ook gedaan, mijn vingers verbrand, dat ik gewoon kapot ging. Maakt niet uit, de wc is schoongemaakt, tekeningen 1000 keer opnieuw overgetrokken. Ja. Was nooit goed genoeg. Maar nu, de generatie van nou, iemand die nou echt talent heeft om te tekenen, of misschien tatoeëren, maar die komt gewoon met zoveel betere ingrediënten en materialen, of materialen, om te beginnen te tatoeëren. En ze hebben Pinterest bijvoorbeeld, beste voorbeeld wat je kan hebben. Maar ook gewoon de rotary machines. Alles is gewoon is heel makkelijk om te beginnen. Iedereen begint met een Cheyenne of iets. Snap je? Is gewoon kei makkelijk. Kan je overal kopen. Vroeger kon je toch helemaal niks kopen. Je moest een machine bij een machinebouwer halen. Ik bedoel, ik werk nog steeds met een gewoon Pente in een Den Dringenberg. Weet je, dat zijn mijn machines. Ja, maar hallo, dat zijn wel drie. Ja, dat weet ik, maar die heb ik wel echt bij hun gekocht. Ja. Weet je. Ja. Ja. Dus, en dan moest jouw leraar ook nog zeggen dat dat mocht. Ja. Maar ik bedoel... qua werk, of bijvoorbeeld 15 jaar geleden hadden wij niet internet, waar je gewoon volle sleeve als voorbeeld had. Ja, nee, dat hadden had wij je niet. Helemaal niet. Kijk, en bijvoorbeeld Misha, die is nou in één keer gewoon zo, in één keer bam, zo gestegen. Die is hoe gewoon, komt dat dan? Nou, omdat hij supergoed is, maar ik bedoel gewoon te zeggen... Nee, maar hoe komt dat? Misschien omdat de voorbeelden ook heel goed zijn. Ook dat, en dat wil ik nou zeggen bijvoorbeeld. Kijk, Misha, die gaat mij al voorbij. Snap je wat ik bedoel? Qua werk, jawel, qua werk gaat hij mij al voorbij. Hij is gewoon echt heel goed. Maar ik bedoel... Maar hoe komt dat? Ja, door de nieuwe tijd. Dat is gewoon zo. Kijk eens wat er om mijn heen zit. Hij heeft... kijk, jij had het ook, weet je wel, maar ik... Tuurlijk, hij heeft de beste leerschool gehad die hij maar kon hebben. Dat is ook wel zo. Maar ik bedoel, stel, er is morgen een jongen... Nou, die heeft een godsgeschenkgave. Heeft hij dat hij gruwelijk hyperrealistisch kan tekenen. Dan weet je gewoon, dan wordt de allerbeste tatoeëerder. Nou, je moet het ook nog kunnen, hè? Is ook. Maar binnen 2 jaar maakt hij gewoon hyperrealistisch werk, denk ik wel. Vaak wel. Ja. Door de ingrediënten die er nou gewoon zijn voor hem. Om mee te beginnen. Daarom wil je ook iemand opleiden. Omdat je echt... Is ook. Maar dat hadden wij vroeger bijvoorbeeld niet. We hebben echt die oldschool dingen hebben wij moeten doen. Maar dat maakt niet uit. Want tuurlijk, als iemand echt talent heeft, dan gun ik het diegene. Maar dan tegenover wat ik net dan zei, die minimalistische bende, dan vind ik dan, dan mag lekker wegblijven. Wat ik vind, weet je, het is ook altijd wel een beetje, dat is hetzelfde met mode en muziek en alles, weet je. Het is wat op dat moment hip wordt gevonden of zo, weet je. Ja, is ook. Het is wel echt de hype. Toen wij begonnen, weet je, toen waren er op een gegeven moment 1 of 2 tatoeëerders en iedereen had zoiets, wow, dat is te gek. Ja. Maar 3 jaar later waren er weer 2 anderen. Ja, ja, ja. En zo wordt alleen maar beter. Ik brand mijn hand bijna eraf, vriend. Ach, kan jij wel hebben. Of tijden wat mee doet met die hand. Nee, maar dat kijk, is ook. Het is als je uit een
echte shop komt, ja, hè, dan heb ik het toch ook over Institution, dan heb ik het over Jamestown Tattoo, dan en je weet van hoe het is. Kijk, voor mij zijn het nog steeds goden. Weet je wel? Ja, nog zeker. Zeker, dat blijft. Als ik kijk bij je vader bijvoorbeeld. Nog steeds, weet je wel. Daar, ik ben hem ook super dankbaar dat hij mij die kans heeft gegeven. En ik heb daar zoveel geleerd. Maar moet je eens kijken wat die mensen hebben moeten doen. Ja. Om ja. hun machines te die krijgen. Die hadden en het weten, echt zwaar. Wat er nu is, wat er nu is, hè. Ja, ja, zo makkelijk. Maar daar hebben we allemaal te danken aan de oude gaan. Ja, want die hebben de weg vrijgemaakt. Ja, ja. Daarom krijg je ook, weet je, dat is ook een beetje doel van deze podcast geweest toen we ermee begonnen. Het is ook gewoon dat die hele nieuwe generatie, als je dan namen noemt, zoals een Darko of een Rindo of weet ik veel wat, ze weten niet eens wie het zijn. Weet nee, je? En dat, hey, dat je vind ik wel je heel gaat erg. Fucking dat tatoeëren. Vind ik echt erg. Dat is toch ja, erg verloren ook. Wat, waar het in ieder geval, kijk, dat je niet alles weet of zo, weet je. Ja, maar je Forbes, moet een Darko, zijn, een Rinto, een Henk Siegman, je moet ze kennen. Gewoon. Ja, ja, klaar, natuurlijk, ook, weet je. Want je zit wel... En Jarno en Wilken. Ik zeg altijd, sommige en mensen... En die moet je kennen. Ja, sowieso, zeker te weten. Ja, van de bar. Nee, maar als iemand, bij ons komt, of ik praat gewoon zomaar met iemand, weet je wel, en die zegt van... oh ja, ik ben ook... maar dan weten ze niet dat ik van Jimmy ben, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Iemand die begint met tatoeëren en dan praat ik daarmee en zegt van... oh ja, leuk. En ja, ik ken toevallig ook Tattoo Jimmy. Zegt, dan zeggen ze, nee, die ken ik niet. Ja, ik al, dat is gewoon kan flut. Toch niet? Dat kan toch niet? Nee, het is kansloze tatoeëren. Ja, niet omdat het mijn vader is, maar het is gewoon een begrip in tatoeëren. Ik heb echt hetgene wat we het straks over hadden. Toen kwamen we op Chris Detmer uit natuurlijk. Ja. En ik heb kocht toen de tijd, kocht ik al elke conferentie kocht ik met zoveel boeken thuis. Ja. En ik heb die nog allemaal in de shop staan, weet je. En dan zit er Rinto zit ertussen en Chris Detmer. Ja, en weet ik veel wat er allemaal tussen zit, weet je. Er zit echt van Echo en al die shit. Oh ja, Echo, ja. Dat is echt jouw stijl voor mij, Echo. Ja, Echo Funko. Ik ben er nu weer een beetje van af, want ik vind nou dat echt de bold vind ik weer toffer of zo. Maar ik heb ook een periode met dramatisch van Echo. Er zijn er gewoon echt, er komen er gasten. Ja, ik weet niet wie dat zijn. Ja. Ja, hoe dan, weet je? Ja, dat vind ik ook. Ik heb op een gegeven moment, weet ik voor hoe lang heb ik vorige podcast er ook eens over gehad. Toen ben ik met Jimmy's wil werken, weet je wel? Ja. Via Joost, ik zeg alsjeblieft, laat me daar werken. Ik wil daar gewoon werken. Dat is hetzelfde als een dragon tattoo. Een ding, je als wil je daar, bij, je als wil je bij daar Uri komt, werken, je wil... Ja. Ik heb een feest gevierd, hè? Ja, Joost, ik ben naar mega s'avonds, dat barretje, hè, kamer is nog erboven. Ja. En dan ben ik erheen gegaan en die kwam, het was zo druk, jongen. En je was, die bar. Kom, die guys hier, jongen. Hé, dat was een nieuwe alwensie, weet je? Ja. Nou, ik heb gewoon feest dat gevierd. Dan mis je toch een beetje, toch? Ja, ja, maar weet je hoe dankbaar ik daarvoor ben? Ja. Weet je wat ik, kijk, ik heb er, toen kreeg ik mijn eigen shop, toch? Snel maar, goed daarna. Ja, een paar maanden heb ik er gezeten, maar in die paar maanden tijd, weet je, ik ga dus, dan heb je wel eens bijvoorbeeld nu een leerling of wat dan ook, ga godverdomme meekijken. Ja, ga niet als je niks te doen hebt. Ik heb vroeger ook uren op die kruk naast Errol gezeten, want dat is hoe je het leert. Doen ze niet meer tegenwoordig, dan is gewoon, doe het zelf wel. Maar dan gaan ze iets anders doen. Dan gaan ze, maar je bent op het telefoontje fucking, zitten. Ja, op het telefoon zitten. Te leren, of niet? Ga dan kijken. Je leert alleen maar, ik heb het meeste geleerd door te kijken. Ik zat van de week, zat ik een interviewtje te lezen, dat was ergens in het blad of zo, dat stond op Facebook. Dus ik zat te lezen ook van iemand die ging tatoeëren en die was op een gegeven moment ook in de shop. Ja, weet je, en dan moest ik op een gegeven moment de vloer dweilen en zo. Ja, maar van dweilen leer ik niet tatoeëren. Nou, weet je, van de shop, het hoort er wel bij. Je moet er gewoon over hebben, tatoeëren hoor, serieus. Ja, maar dat is niet meer, Jano. Dat is echt niet meer. Nee, jammer is dat. Dat vind ik echt jammer. Ja, dat is, ja. Maar ik ben wel blij dat wij dat dan nog net zo op de valreep hebben meegemaakt. Dan moet je heel blij zijn. Ja, precies. Jullie hebben mooie tattoos, zo. Ik heb één bakje. Ja, maar dat moet ik ook zeggen. Als je ziet hoeveel mensen. Ja, nee, maar dat ook. Jullie hebben ook super tof tattoos. Nou, voor mij zijn maar ze dat mooi. Zijn tattoos. Ja. Oké, Christel, geen project meer. Ik hoef ook niet meer. Maar één bak vullers die erop staat. Hey, dit wou ik nog even zeggen over José López. Want ik was hem getatoeëerd en allemaal leuk en aardig. Maar heel toevallig, echt ging heel veel jaren overheen. Ik denk een jaar of 5 of zo later. Want ik had ooit nog een e-mailtje gestuurd. Maar dan kreeg ik natuurlijk zijn broer, was zijn manager dan. Dus ik zei van, luister, ik wil echt een keer bij jullie werken. Ik werk gewoon voor niks. Al is het maar een week, ik kom gewoon over. Maakt niet uit waar naartoe. Super tof.
doe ik gewoon voor niks. En, maar ook al, ik hoef niet eens te tatoeëren, al is het maar gewoon gaan kijken. Dat had ik al gezegd, ja. Dus ja, we zijn nou, we're going to changes en dit en dat, weet je wel. Er zijn heel veel veranderingen. We laten jou nog wel iets weten. Nooit meer iets gehoord, maar maakt niet uit. Dat had ik ergens ook wel verwacht, want ja, God weet hoeveel aanvragen hun hebben. Ja. 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 Maar op een gegeven moment, een aangetrouwde neef van mij, die belt mij. Die zegt van, hey, ik, ja, die wou altijd wel getatoeëerd worden. Hij zegt, luister, ik heb nou een cadeau van iemand gekregen dat getatoeëerd wordt door een Mexicaanse tatoeëer. Dus ik dacht van, oké, whatever. Maakt niet uit. Dus ik zeg, luister, als het een goeie is, dan is het toch goed. Ik zeg, wie is het eigenlijk? En ik dacht van, het zal toch niet dat José Lopez zijn. Ja. Zij zo, ja, José Lopez, ken je die? Ik zeg, wat? Ik zeg, tuurlijk, dat is mijn idool, weet je wel. Maar hij woont in Spanje. Dus op een gegeven moment, hij liet José Lopez overkomen. Dus José Lopez mij een filmpje gestuurd van, ah, Carmen, jammer dat we hier niet samen aan het tatoeëren zijn, bla, bla, bla. Ja. Maar heel toevallig, een ander manneke, Robin Carrolls, ik weet niet of jullie die kennen, uit Leiden. Ja, ik ken hem. Nou, die zat met hem daar toevallig te tatoeëren. Dus op een gegeven moment, ik was bij mijn nichtje dan. En zij zegt, hey, toevallig komt José Lopez dadelijk hier naartoe. Naar Amsterdam. Ja. Die moeten wij van. Of die komt dadelijk hier naar Amsterdam. Ik zeg, dan meen je niet. Dus ben ik nog met hem uiteindelijk uit eten geweest. En, ja. Maar gewoon met z'n allen, weet je wel. Maar dat was zo toevallig dat dan. Ja, mijn aangetrouwde neef. Ja. Hè, door hem weer getatoeëerd wordt. Maar dat is gewoon mooi. Hoe klein is de wereld dan? En dan, ja, mijn idool. Maar ik zat een beetje met hem te ouwehoeren. Dus hij vroeg aan mij. Hij zegt, tegen wie kijk jij op? Wie vind jij nou echt de top tatoeëerder? Ja, echt. Nee, maar dat wist hij al, dat wist hij al. Ja. Oh nee, hij vroeg het niet, maar zijn collegaatje, Jam Killa of zo, weet jullie niet? Ja, nee, ik in ieder geval, ik zat met hem gewoon een beetje te ouwe horen. En zeg, nou, die vind ik vet, die vind ik goed, die vind ik goed. En José Lopez, die ving daar zo op. Dus hij zegt van, luister, weet je wat met hun is? Maar er zijn, die ik nu opnoemde, zijn tatoeëerders allemaal van Insta, weet je wel. Ja. Die ik dan, met dikke volgers. En alleen maar een beetje hetzelfde werk maken, maar allemaal hyperrealistisch allemaal. Ja. Dus José Lopez, die ving erop en die zei tegen mij, hij zegt, luister, die mensen, waar heb je er nou aan als je alleen maar bijvoorbeeld een portret plakt en precies zo maakt en zo kopie, foto-achtig maakt. Zo'n machine gewoon. Terwijl, ja, precies dat. Ja. Terwijl je dan, het is gewoon plakken, tatoeëren, kopiëren, betalen en doei. Weet je wel? Hij zo, wat heb je er nou aan? Hij zo, wat laat jij dan achter bij jouw klant? Ja, maar wat moet je anders met een portret dan? Nee, maar hij bedoelt gewoon, er zit gewoon niks van je eigen bij. En dat vond ik wel heel mooi wat hij zei. Hij zo, want waar is dat dan gebleven dat jij gewoon die band met jouw klant dan bijvoorbeeld opbouwt? En snap wat je bedoelt. Het is gewoon maar, fabriek. Maar dat bedoelde hij. Als je daar bijvoorbeeld een chicanerscript onder zet, dan is het wel weer tof. Ja. Hè? Dat kunnen, ja, maar hoe dat hij, kunnen hun wel, maar dat kunnen de realistische tattoos kunnen geen lijnen maken. Nee, maar je herkent toch gelijk een Lopez-stuk. Cat van die niet en alles. Nee, die kunnen geen script maken of zo. Dat kan nee, niet. Die Cat van die hele trillerige shit. Maar maakt niet uit, maar José Lopez, hij zegt van, dit is geen, van hem herken je gewoon gelijk werk van, ja, dat is van hem. Ja. Kijk, ik wil mij niet vergelijken met hem, maar je ziet van mij, oh, die krullerige shit en Tire Latijn, dat is van mij. Echt, ja, maar die dan heb je ding bereikt. Ja, en mensen, hoe hij daar zei, mensen je komen voor jou voor dat. Dat ja, mensen, en dat vond ik mooi van hem. Die leken zijn, jouw stijl herkennen. Juist. En dan doe je het in mijn ogen goed. Ja, precies dan. Dan doe je het echt goed. Maar hij zei het op zo'n mooie manier. Hij zegt dan van, ja, waar heb je dan al die tijd? Dat is gewoon, in mijn ogen zei hij, is het gewoon tijdverspilling. Als jij niks bij jouw klant eigenlijk achterlaat. Ja. Dus je bent gewoon een copycat eigenlijk. Dat, wat, dat bedoelde dat hij. Bedoelde ja. Hij menselijke kopieermachine. Ja, eigenlijk gewoon, ja, precies dat. Gewoon fabriek. En daar zijn meestal, maar tegenwoordig ook die stencilapparaties hebben. Ja. Ze stencilen gewoon een heel portret eruit, weet je. Ja. Met alle greeën. Ja, dat is weer dat. Ja, dat is nieuw. Ja. Het is alleen overtrekken. Ja. Buiten dat, weet je, ik heb het wel eens gezien. Als ik zoiets op moet plakken, ik zou helemaal nergens komen. Ik je komt er geen wijs uit. Ik moet nog steeds zelf maken, weet je. Op jouw zodat, manier. Zodat ik weet, oké, ik heb dit zo gemarkeerd. Doe ik dan ook. Weet ik wat ik. Want anders, als, weet je, het is zelfs al. Ja. Ik heb het wel eens een keertje gehad. Dan kwam hij aan. Oh, je moet een roosje hebben. Hier, ik heb een stencil gemaakt. Ja. Heb ik een stencil van hem? Snap ja, ik maar dat een kut snap van. Ik niet. Ja. Nee. Weet je? We hebben ooit een keer die Dimitri Samo in. Ken jij die? Ja, die heeft nog bij ons gewerkt. Ja, die heb ik heel even heb ik ook gezien, ja. De Niederlaat heeft hij er ook gezeten. Niet normaal, hoor, dat werkt, toch? Dat is niet normaal. Die gast had zelf één tattoo op. Hoe lang blijft het? Dat wou ik net zeggen. Die hebben zelf geen tattoos. Die hebben zelf geen tattoos.
En hoe die het opbouwde. Dus die maken een stencil met weet ik hoeveel stippellijntjes. En die gaat het gewoon inkleuren à la iedereen kan schilderen. Ja, zo de, dus die maakt dit Bob stukje Ross. Helemaal af. En dan dit stukje helemaal af. Zo, hij met Ravensburger. Hij heeft 20.000 kleurtjes staan. Ja, net zoals die tekening is met ja, dan letter. Moet daarin. Ja, er gewoon totaal geen pallet, creativiteit. Ja. En iedereen loopt met die gozer weg. Juist, die en dat is wat die José Lopez bedoelde. Tot de beste tatoeëren van de wereld, denk ik. Nou, maar ja, dat vakje voor vakje, ja. Ik vind gewoon waar we het net over hadden. Dat is echt wel een heel belangrijk punt, vind ik. Dat je echt je eigen stijl echt een beetje eraan moet kijken. Je kan best wel wat uitprinten. Weet je, dat is helemaal geen probleem. Mee. Maar als ik bijvoorbeeld een roos heb, hè, en ik heb bijvoorbeeld een roos, een fotoroos, heb ik gewoon gepakt. Ja. En dan maak ik een lijntekening een van. Roos. Ja, en dan maak ik een lijntekening van, die pak ik. Soms pak ik nog eens een roos, die twee, voor de twee. Want ik ga die roos er niet bij pakken. Ik ga hem op mijn eigen gevoel. Juist, dan ga je hem inschaduwen. Hij zal misschien niet altijd kloppen, qua schaduw. Dat maar het is jouw eigen ding. Maar het eigen ding. Als het mooi is het mooi. Ja. Toch? En mensen, die, wie ziet, wie, kijk. Als je elke tattoo heel technisch moet gaan bekijken, ik denk dat er maar weinig overblijft. Ja. Nou, maar wat jij net dan, zei trouwens. Dan, ja, is toch? Dan is iedere tatoeëer gewoon kut. Als je alles gewoon helemaal je, puntje precies gaat... Het is hetzelfde met je vader waar we het over hebben. Je pakt een paar lijnen. Mensen die komen in vertrouwen, die weten wat je maakt. Hè? En wat die je kan verwachten. Wat je kan verwachten, inderdaad. Dus die pakken stift, die zitten daar. Ja, de keer wil zeggen, ik zeg met een stuk die ik wel straf toe opteken, met een barok of weet ik veel. Ja, de keer wil gaan kijken. Maar ja, je zal er toch niet uitkomen. Doe je ding. Je weet wat mooi vindt, klaar. Dat heb ik het liefst. Ja. Weet je? Ja. En dan ga je lekker zitten en dan jij hebt, er staan een paar lijnen op gewoon. En dan ga je, hè, dan pak je met je machine, dan zet ik daar een lijn, dan zet ik daar een lijn, dan zet ik daar een lijn. Je weet je eigen, je ontwerp, je weet precies, soms heb ik ook dat ik de helft er bijna niet eens opteken, maar gewoon met tatoeëren voorzien, weet je wel. Ja. Dat maakt het je eigen dingetje. Dat is denk ik heel erg belangrijk, want je ziet... En ik vind, je ziet het of het een freehand arm is of niet. Ja. Je ziet het toch? Ja. Je ziet toch iets dat het... Ja, maar kan dit bijvoorbeeld, dat kan je ook niet stencilen, weet je wel. Hoe moet je dit stencilen dan? Nee, dat is lastig. Ja. Maar waar jij het net over zei, er was dan die Samo in. Ja, die Samo. Ja, beste tatoeëren van de wereld. Ja. Tegenwoordig heb je ook met dat internet ook al die contesten en zo, weet je. Ach. En ik kan er af en toe helemaal niks mee. En het is alleen maar dat realistische kleuren shit allemaal. Beste tatoeëren van de wereld. Ik, kan je? Maar er is kan er je geen zeggen? Een, weet je, nee. Waarvan je kan zeggen van, oh, ik ga naar jou toe, want ik wil een portret en ik wil een Maori-stuk en een oldschool schip. Ja. Weet je? Zo dat moet je niet. Bekijken. Ja, nee. Dat, maar dat... het is wel verneukeratief voor mensen die gewoon een tattoo willen en denken van, oh, die is er. Ja. Ik weet, Dikke Dennis die deed het vroeger. Voor de gein zette hij het op zijn visitekaartjes. Ja, dat hij tweede was geworden bij de Europese kampioenschappen. En één keer wereldkampioen. En iedereen zo, wereldkampioen. Ja. We hebben het ooit een keer gehad in Spanje. Waar met z'n tweeën in Spanje zat weer een kroegje wat te zuipen. Ja. En die baakje zegt, oh, jullie moeten jullie zijn tatoeëren. Ja. Hij zei, dan moet hij straks even naar die gaan, die gozer daar. En, want die is wereldkampioen geworden. Dus wij zeggen, sinds wij zijn wereldkampioenschappen. Ja, maar kijk, jouw klanten, bijvoorbeeld, jouw klanten, die lopen helemaal weg met je. Hè? Ja, ik bedoel, er is niemand anders die er aan zit, behalve Christel of Kamer of Andy, Jano of weet ik wat. Ik ga daarheen. Maar dan kom je wel eens ergens en dan zeggen ze, ja, nee, je moet bij hem zijn, want hij is echt de beste. Van... Oh, daar kan ik echt niet tegen, weet je. Dat vind ik zo naar als mensen dat zeggen gewoon. Ik heb het op een gegeven moment een keer gehad. En toen werkte Emmy, die werkte bij me. Nou, weet je, Emmy van de Giezen, die kennen jullie ook. Oh, Emmy van de Giezen, supermooi realistisch werk maken ze. Zeker. En dan komt er iemand binnen en die zegt, ja, ik wil een afspraak bij haar maken. Ja, weet je, dat kan. Ja, want ik zeg, wat wil je hebben dan? En toen liet hij een foto zien van Stampetje, van Bambi. Oh, ja, dat is... Ja, maar... Snap je? Ja, maar zij maakt echt super mooie tattoos. Ja, dat was gewoon een belediging voor haar. Weet je? Nee, maar dat, dan moet je naar Carmen. Ja, precies. Maar weet je, het is gewoon waar we het ook over hadden. Heel veel van die mensen die realistisch doen, zijn we niet zo denderend met de lijnen. Nee. Die zijn niet denderend met de lijnen. Als er iemand is die fucking mooi portretwerk maakt, dan moet je er niet heen gaan. Ja, maar er zitten geen lijnen in. Het zijn alleen maar bloodlines wat ze maken. En als een echte lijn... Er zit geen lijn in. Nee, maar die willen ze ook niet. Nee, maar ze kunnen het ook niet. Weet je waar jullie het over hadden? Dat mensen af en toe over het huiswerk eens even moeten doen. Ja. Weet je van, joh, tuurlijk. Het kan best zijn dat jij supermooi tatoeëert in die stijl. Maar dan hoef ik niet met een andere stijl bij jou te komen. Nee, precies. Zou ik het wel doen, maar... Ja, precies dat. Over de research. Kijk, ik vind vooral...
wat ik bedoel met research ook. Ja, ook goed onderzoeken wat jouw tatoeëerder bijvoorbeeld het liefst doet. Kijk op Insta. Vind ik leuk, een keer wat posten. Ja. Maar dat is niet mijn... hoe moet ik het zeggen? Ik doe dat niet om werk te vangen. Snap je? Nee. Want ik krijg natuurlijk duizenden berichten allemaal. Ja, ja, ja. Hé, wat kost een beenslief? Ja. Daar kan ik niet op antwoorden, snap je? Omdat ik toevallig even 10 beenslieves achter elkaar heb gezet. Nee, maar... Kut, dat wou ik ook weer zeggen. Fucking Prosecco. Nee, maar goed, dat is, Instagram had je... Nee, dat je niet postte. Ja, ja, ze hadden het allemaal over. Ja, ja, maar we hebben heel veel, en dat weten jullie ook allemaal wel, die willen dan een sleeve. En die hebben dan zo'n boekverslag erbij wat erin moet komen. Ja. Maar dan... Laat de meesten snappen het gewoon... Ja, de meesten snappen het gewoon gelijk van luister... Gaat hem niet worden, laat dan ons over, want dan wordt gewoon een kermis als je dat gaat doen, snap je? Maar... Gelukkig, en dan liefst ook zo groot. Weet snap je? Wel. Gelukkig ben ik al lang uit die tijd, maar eerst was het zo van, ja, ik moet en zo dat hebben. Ja, dat gaat gewoon niet. Dat is hetzelfde, ik heb geen verstand van auto's lakken bijvoorbeeld. Ik ga toch niet zeggen van, ja, die 10 kleuren moeten in mijn auto. Ja. Ik weet niet hoe dat eruit komt te zien, maar wij weten wel hoe een tato uiteindelijk eruit komt te zien. Ja. Dus, en hoe is dat we er over 5 jaar uit moeten zien? Snap je? En over 10 jaar? Maar dat de meeste mensen, ja, soms zie je wel tato's dat je denkt van, maar dat had je toch beter zo en zo kunnen doen. Maar dan zegt die klant, die zijn dan bijna ander geweest van, ja, maar ik wou het precies zo. Maar als een klant weet niet hoe de tato uiteindelijk eruit komt te zien. Dat weten hun gewoon niet. Dus hoe kan een klant jou nou vertellen van, je moet dat erin Dat weet ik af en toe zelf ook niet, hoor. Maak je er maar wat van. Uiteindelijk komt het dan toch goed. Als je begint en je denkt van, ik weet niet wat dit gaat worden, dan wordt het meestal het wel het mooiste stukje. Het is ook wel wat jij zegt. Het zijn zulke stukjes en dan moet alleen dat ze van wielrennen houden. En ze zijn op het opa wezen vissen. Er moeten datums. 4 vakanties. We hebben laminaat gelegd. Snap je? Op een arm wil ik maar 4 dingen. Meer niet. Je moet alles minimaliseren, weet je wel. Gewoon. Gaat mensen eens uitleggen, weet je. Ja. Van, joh, weet je, doe op je onderarm 2 grote stukken. Ja, maar en dat de rest, is zo waardeloos. Bovenop ook en de rest vullen we op. Maar zou je nou zelf die regels mocht maken, hè? Gewoon in Nederland, er waren geen shops en wat dan. En je zou zelf een shop, wat zou je dan voor regels maken? Gewoon dat je zegt van, oké. Nou, luister gewoon naar je tatoeëerder. Ja, dat is regel nummer 1. Ja, maar ik bedoel net wat je zegt over of het nou groot is, klein is of niet. Of weet ik veel wat. Ik bedoel, een intake is er altijd wel makkelijk, of niet? Wat wij in de shop zelf hebben, is bijvoorbeeld als mensen... sorry hoor. Ben je uit? Ik ga even een sneltest halen. Allemaal. Heb ik ook. Maar, deze uitzending duurt 10 dagen, want we zitten in quarantaine vanaf nu. Maar dan als ze dan een e-mail sturen, dan zit er een intakeformulier bij. Van wat wil je? Dat heb jij. Dat heb ik. Okay. Dan krijgen ze gestuurd, moeten ze invullen. Nou, dan sturen ze terug. Oké, als het dan iets groots is, een sleeve, een beensleeve of een arm. Dan ga ik een tekenafspraak inboeken. Ja, doe ik niet. Nee. Ik teken nooit. Nee, nooit. Waarom niet? Maar dan weet ik wel van hoe of wat. Kijk, ik meet wel eens een ruimte op, maar ik teken niks van tevoren. Ik teken nooit. Sommige dingen... wat is dit allemaal? Porno. Porno. Zitten wij erin? Wat is porno? Porno is dit. Maar... Je tekenen, je hebt een e-mail tekenafspraak. Dus maar als iemand dan echt iets wil, van dat moet erin, dat moet erin. Kijk, ik doe toch wel zoals ik het wil. Begrijp je? Ja, waarom moet je dan tekenen? Ja, maar ik wil wel graag weten van wat. En ik wil ook weten posities. En ik vind het toch wel fijn als dat ik op een gegeven moment wel wat thema's Dat vind jij fijn, nou dan moet je dat doen. Ja, dat is ook wel zo. Iedereen werkt een beetje op zijn eigen manier. Maar doe je dat ter plekke dan? Ik doe het altijd ter plekke. Ja, ik doe het ook ter plekke. Oké, maar wordt dat dan betaald al door? Of laat jij tekenen betalen vooraf? Vraag jij er geld voor? Ik laat mensen gewoon een... nee, dan niet. Maar ik teken nooit vooraf. Ik laat mensen gewoon een afspraak maken, aanbetaling. En weet je wat het is? Stel, ik zou met een beensleeve beginnen. Ik ben zo, ik ga niet met die tijd mee van iPads en shit. Ik kan alleen maar op een iPad... knippen en plakken, een tekening in elkaar plakken. Ik kan niet overtrekken, want dan vind ik... nee, daar heb ik niks mee. Nee. Maar, ik kan hem afpakken van mijn kinderen, maar dat is ook niet met die iPads, hoor. Echt niet. Nee, maar vooraf tekenen. Kijk, wat ik al zei, de meeste mensen zeggen van... nou, die sturen dan foto's gelukkig van mijn werk. Die zeggen van, dit en dat vind ik mooi. En als ze echt een speciale aanvraag hebben van... nou, dit moet er per se in en dat. Maar ik vraag ook altijd aan mijn klanten van...
wat vind je echt mooi en wat vind je totaal niet mooi. Ja. Dus dat ik echt zeker weet wat het wat niet moet niet worden. Willen. Snap ja. je? Ja. Dus dat is heel dat fijn. Ja. Ja, dus dan weet ik al van, nou, daar hoef ik daar niet aan te beginnen. Dat is al mooi meegenomen. Maar hun komen gewoon langs. Ik vraag altijd om, als mensen bellen van, hey, kan ik een afspraak maken? Altijd langskomen. Altijd. Ja. Ja. Dus... Stel, oh, zo bedoel je, altijd langskomen? Langskomen, want dan kan ik zo met de ja, klant... Ja, dat vind ik ook belangrijk. Ja. Dat je iemand wat kan... Nee, ook niet wat voor type. Ja, ja nou, dat maakt niet zoveel uit. Maar dan ook ja. wel, dan kan je ook wel ja, zien wat iemand het is. Dan kan je op inspelen, dat is ook wel fijn. Maar dan praat ik, maak ik altijd een praatje met hun. Ja. Vraag ik dan hè, wat de bedoeling precies is. En ik zeg altijd van, nou... Ik, ja, maar dan maak je toch eigenlijk een tekenafspraak? Tenminste, dan weet ja, je zou kunnen. Ja, maar dat is inderdaad... Ik denk ook dat, hè, dat heb jij en dat heb ik ook... Dat je echt mensen krijgt die speciaal voor jou komen ja, of ja, voor mij ja. komen. En die hebben inderdaad zoiets van... Joh, weet je, ik heb jouw werk gezien, ik vind dat tof. Maar jij mag het zelf bepalen. Ja, ja dan doe ik dat ook. Ja, nou oké, okay, ja. Maar ik dat, snap ja. het. Ja. Maar wat jij zegt, in mijn tekenaanspraak bedoel ik niet van... Oké, okay, ik ga dat tekenen, dat tekenen. Nee, ik ga hem doornemen wat je wil. Maar luister nee, doe dan, ik ook niet. Luister jij geen schets zien van tevoren? Doe jij een schets laten ja, sommige mensen tevoren. Willen het wel wat zien. Ja, weet die jij, willen dat wel. De meeste wat ik doe... Ja. Daar ben ik weer eigenwijs lul in, weet je wel. De meeste die weten wat ik maak, ze weten waarvoor ze ja. komen. Dat en dat is... Nee, dat doen we gewoon op de dag zelf. Want hoeveel ja. e-mails je krijgt, nee, dat ja. maak je op de dag zelf. Want ze denken... Dat, maar je hebt er toch ook geen tijd voor? Want de ene dag, je moet voor je volgende klant moet je, een ontwerp maken. Ja, maar als je iets, voor iedereen als je tekenen. Dat voor iedereen van tevoren al moet doen, dat kan, dan dat, heb je geen bij mij tijd werkt om dat kind sowieso te nemen. Niet. Snap ja, je? Maar buiten dat, weet je, ik heb het zelf zeg maar, met dat Samoa en dat Maori werk ook. Weet je, ik ken het wel zeg maar, bij jou op je arm getekend. Maar ik weet gewoon dat tegen de tijd dat jouw afspraak is... dat ik alweer heel iets anders in mijn hoofd ja. heb. Dat ik denk, ja. oh, dit is veel vetter. Oh, vetter, ja. nieuwer, mooier, ja. precies ja, weet dan. Je, dan heb je weer iets ergens gezien of opgepakt. Dan denk je, ah, oh, maar dit, ik ga het zo doen. Ja. Ja. En dan kom je aan, ja, maar dit lijkt niet op wat je getekend hebt. Nee, nee maar. Ja, maar... Nee, maar je leert ook, dat merk ik ook, dat vind ik ook bizar... dat het in, met tatoeëren zo is, dat je gewoon steeds bijleert. Ja, ja weet je wel? Steeds. Als ik nou tattoos van een jaar geleden zie, dan denk ik... Oh, dat zou ik nu zo ja. nooit zo meer doen. Nee. Nou, dat is ja, nog ja, maar ja, heel ja. kort geleden. Maar dat is goed. Je leert altijd. Dat is heel zo. Bizar. Ja, ik heb ook wel het idee dat ze hebben de laatste jaren toch wel weer... een hoop dingen erbij gekomen zijn in die tattoo-wereld qua technieken. Makkelijk, ja ook. Die ik, ja. ja, maar die je ook weer allemaal hebt moeten leren. Maar jij ja, zegt makkelijker, hoe bedoel je makkelijker? Qua machines nou, of qua... Ook dat, maar ook, ik heb nou bijvoorbeeld... ja, met alles eigenlijk ook net... Tuurlijk, ik heb wel commentaar een beetje op die Pinterest-dingen... maar het is, voor mij is het ook natuurlijk wel heel makkelijk. Ik ga ook wel een beetje met die tijd mee natuurlijk. Mm-hmm. Maar wat ik net zei... Wat jij net zegt, als jij die tekenafspraak hebt... als ik dat zou hebben... ja, dan zou ik helemaal gestoord worden, overspannen. Ja, maar ja, goed, dat kan... Maar als ja, jij dat zelf fijn vindt, dan is het goed. Nou, fijn als je zelf fijn vindt. Voor mij hoeft het niet. Nee. Voor mij hoeft het niet, maar sommige mensen staan er gewoon op... en ja, die willen dan gewoon... Nou, en ik vind gewoon, oké, weet je... het is een benen, ja, maar eerlijk, snij je je eigen wel, vingers, is... ja of nee? Nee. Oh. Nee, nou, omdat, nee, maar je ik hebt zie gewoon het... af en toe mensen die komen met ideeën aan of dingen... Ja. dat je er geen zak van begrijpt wat ze nou eigenlijk nee. willen. Nee. Ja, maar dan kap ik dan af. Ik maak het dan gelijk iets beter. Nou, maar, ja, maar dat doen we op de afspraak. Ja, maar dat kan je van tevoren wel doen. Dat je, ja, wat, als ja, de ja, mensen de afspraak maken... Ik vind op de afspraak zelf, weet je, als iemand zeg maar een dag inbrengt... en ze komen om 11 uur binnen... dan wil ik om 11 uur gaan beginnen met tatoeëren. Dan wil ik niet eerst horen wat hij nou eigenlijk wil. Ja, maar dat is maar de eerste afspraak toch dan? Dat je, of ja, zal ik eens vertellen hoe ik dan begin altijd? Ja, doe maar. Ja, misschien is het al wel ja, makkelijk. Ja, okay. Nou, mensen maken bij mij een afspraak. Hè? Die vertellen dan hoe of wat, wat ze ongeveer willen. Komt een aanbetaling bij. Nou, helemaal super enthousiast. Maar bij mij is de wachttijd dan bijvoorbeeld een jaartje. Dus ik zeg altijd van tevoren, in een jaar tijd kan jij zelf al van gedachten veranderen. Ja, dat is zeker en, waar. Ja. Iedereen heeft dat gewoon, want het wordt en als je goed research gaat doen, wordt het en mooier en beter wat je tegenkomt. Top. Als je je eigen echt verdiept in tattoos. Ja. Dus een jaar later bij mij zeggen ze, oh ja, nou heb ik vette dingen gevonden, echt beter, bla bla bla. Dus de dag van de afspraak, of meestal een paar dagen van tevoren, bel ik ter bevestiging van, hey, dan en dan is je ja. afspraak. Ja. En je mag mij even wat foto's door e-mailen, dat ik alvast zie wat je hebt gevonden, wat jouw vindt. Idee is. Ja. Maar dan doe ik nog niks. Maar de dag zelf, stel ik ga een hele beensleeve zetten. Eerst tatoeëerde ik 8 uurtjes per dag. Had ik 1 klant aan 1 stuk door. Dus dat was wel fijn. Kan je echt even gas geven. Maar nu tatoeëer ik wat minder tussen de 4 en 5 uur per dag. Dus er komt dan een beensleeve die dag. Maar ik zet dan gewoon eerst bovenbeen. Zet ik dan eerst even vol. Ja.
Dus daar komt altijd mijn hoofdontwerp eigenlijk, de eyecatcher. Ja. Kijk, en daar ga ik gewoon heel die middag ga ik aan besteden. Maar dan plak ik bijvoorbeeld, stel ik doe een mooie vrouwenkop, weet je wel. Met diamant of krul, mijn stijl. Maar die doe ik dan, heb ik gewoon even simpel een gezicht, even op de iPad dan. Of ja, een mooi gezicht natuurlijk. Ja. Maar dan maak ik zelf uit de hand die diamanten, dingen op haar voorhoofd of krullen erbij. Maar die doe ik dan op haar been bijvoorbeeld. En dan ziet zij in de spiegel van, oh ja, zo wordt het vet. Ja. En dan geef ik nog een uitleg erbij van zo en zo ongeveer wordt het. Maar dan geef ik ook een uitleg erbij met bijvoorbeeld bestaande tattoos. Dat ik zeg van, zo komt het eruit te zien. Ja, precies. Ja. En dan heb je al een idee. Maar die dag zelf ga ik lijnen en schaduwen. Dus dan zien hun al hoe het ongeveer wordt. Ja, precies. Ja, ja. Kijk, en die tweede afspraak heb ik al geen stress. Want dan, als ik bijvoorbeeld... als ik het niet haal met mijn nieuwe tekening, kan ik altijd nog aan die oude tattoo nog... Want het is toch nog zat werk aan te doen. Ja, precies. Ja. Klopt. Ja. Oh, dus, bedankt voor je uitleg. Ja, maar dat vind ik heel makkelijk. Maar dat bezorgt jou zelf minder stress en meer tijd om... Want het is grappig dat iedereen allemaal zo toch anders werkt met dat soort dingen erin. Ik werk dan weer vaak bij hem in de shop met consults, weet je. Niet eens een tekenaanspraak, want ik teken bijna toch je zak omdat ik het meeste freehand doe. Ja. Maar dan wil ik wel altijd dat mensen die komen even en dan zeggen ze van nou... Weet je, met voorbeelden, dit vind ik tof en dit vind ik tof. Ja. Ah, oké, dan weet ik wat ik moet doen. Ja, dat is fijn. Dan komt het wel goed. Ja. Ja. Maar dan weet je het van tevoren. Ja. Want af en toe sturen ze ook e-mails. En inderdaad, waar jij ook zei, weet je, dit moet erin, dat moet erin. Ja. Ik denk, wat moet je hier godsnaam van maken? Nou, en ik vind en wat je zelf wil, dan moet je ervan maken. Ja, ja, maar wat ik ook soms raar vind, dat ze jou dan uitkiezen. En, hè, wat je net dan bij Emmy van de Giezen had, van ja, ik wil daar een stampertje hebben, weet je wel. Ja. Waarom kijk je niet even op wat ik maak, weet je wel? Ja. En daar stoor ik mij ook aan. Maar ik heb dat probleem bijna niet meer. Nee. Jullie zitten natuurlijk ook allemaal in de shop met allemaal mensen eromheen die verschillende stijlen beheersen. En dat hebben wij ook. Weet je? Dus over het algemeen, het voordeel wat wij hebben is dat de mail komt binnen en de floor manager, die ziet die mail en die denkt, oké, dat is voor die, dat is voor die. Ja. Dan vis je dat er al een beetje uit. Dat is waar. Wist je dat wij doen niks met mailen. Wist je dat je heel erg met je handen praat? Ja, dat klopt. Ik ook af en toe. Ik ook af en toe. Ja, maar Jarno is ook altijd een beetje Italiaans, denk ik. Leuk, man. Vind ik ook Jarno. Leuk, ja, maar het bleek Finster wezen. Dames, we moeten er echt een eind aan gaan maken. Ja, serieus. Ik keek net stiekem op mijn horloge, maar volgens mij bij het langste zit daar hoe. Nee, joh. Ja, maar ik denk het wel. Dit is een Rolex uit Thailand. Ah, dat is een neppertje. Ja, daarom. Die staat al op winter tijd. Die gaat veel te snel, zie ik al. Nee. Ja, het is, we zitten dan weer zo lekker te lullen, man. Ja, dat is gewoon super gezellig. Dit was hartstikke leuk. Het was net afro-service slot. Maar ja, je valt in herhalingen, ouwe. Nee, dat heb ik niet gezegd. Dus met opa. Oh ja, die hadden we ook. Ja, ja. We hebben allemaal de spoel erbij gehad. Maar ik vond het echt leuk, Jenno. Deze twee mooie dames. Ja, ik vond het ook leuk. Twee ratten in het vak. Inkmonsters. Dus, ja, super. Klopt, weet je, als ik op mijn 16e zo makkelijk met vrouwen praat, dan heb ik een mooi leven gehad. Ah. Ja. Beter laat dan nooit, hè? Ja, daarom. Ja, ik leer het wel een keer, weet je. 30 jaar verder. Ja. Maar goed, de plannen die zijn. We hopen als het allemaal natuurlijk een beetje doorgaat, een inksmijterfestivaletje te organiseren. Ja, hè, superleuk. Met de feestje. Vaste gasten van ons die geweest zijn. Mooi, dat is leuk, ja. En dan gewoon lekker klein houden, lekker tatoeëren. Ja. Maar in ieder geval, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie vanavond bij ons in de podcast wilden zijn. Ja, jullie heel bedankt. Graag gedaan. En bedankt, voor de luisteraars, vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal. En te liken bij ons. Precies. Want dat hebben Facebook, we nodig. Instagram, YouTube. Insta, ik ga wat dingen klaar volgen. Ja, toch? Abonneer. Hartstikke leuk. Nee, dames, super bedankt. Ja, jullie bedankt. Ja, jullie wel. Heel leuk. Dank je. Hoi, hoi.